eigenlijk moet ik dit aan het begin plakken. Ik moet even reclame voor mezelf maken. Ik ben het vergeten. Want mocht je nou denken van, nou, wat een sympathiek initiatief hier op YouTube of op Spotify. Ik wil dat steunen. Ik kan alle steun en alle hulp heel erg gebruiken. Heel erg hard gebruiken. Dus mocht je nou willen denken, mocht je op een of andere manier dit willen ondersteunen, dat kan. Volg de linkjes onder deze video. Patreon, petje af. En daar help je me ontzettend mee. En dan nu, zonder verder nog te vertragen, wil ik de gast van vandaag aankondigen. En dat is niemand minder dan Raoul Heertje. En dit knip ik gewoon lekker aan. Dit knip je en dan doe je net op dit. Doe ik net op dit aan het begin. Of ik aanlaat aan het einde. Nou, het probleem is, als ik dit aan het einde doe, dan heb ik veel minder patreons die erbij komen. En dus ik moet het aan het begin doen, want dan zijn mensen helemaal fris. En dan denken ze, ik klik dit aan, ik wil dit horen. Dan moeten ze even door dat irritant reclame momentje heen. Maar moeten ze betalen voor of je... Nee, helemaal niet. Je mag nee, dat betalen. Mag. Oh, wat een mooi idee. Ja, dus ik vind gewoon, ik merkte dat heel veel mensen dat willen. Die willen mij helpen. Die willen denken van, ja, kan ik jou helpen? En dus op een gegeven moment heb ik mij aangemeld. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Oh, je gaat mij interviewen. Interessant. Ja, ik ga niet interviewen. Ik ben gewoon... Ik kan niet anders dan... Of ik moet bekennen dat ik het toch wel spannend vond vandaag. Omdat ik... Ja, eigenlijk wel, ja. Omdat ik dus, toen ik 18 was, was ik echt zo'n ontzettende liefhebber van Dit Was Het Nieuws. Echt wel... Vaste kijker, fan, liefhebber. Ik was altijd... Ik dacht vandaag, dat is een grap, dat moet ik nu eigenlijk vertellen. Toen ik 18 was, had ik zo de droom... dat ik dan op een gegeven moment zo succesvol zou worden... dat ik zou uitgenodigd worden in Dit Was Het Nieuws... en dat dan heel leuk was. Dat was echt een fantasie van mij. Wow. En toen dacht ik van... Het is heel vet hoe het leven dan loopt. Want nu heb ik inmiddels zelf allemaal YouTube dingen. En nu heb ik eigenlijk het spelletje omgedraaid. En heb ik jou in mijn show uitgenodigd. En het is eigenlijk dezelfde situatie, dezelfde droom. En dan... Want hoe oud ben je nu dan? Ik ben nu 42. Ah, oké. Okay. Dus de helft, ja, half leven maar verder. Maar nee, wat ik merkte, dat je echt wel... Want we hebben elkaar wel een keer gesproken. Maar dat je echt wel... Maar dat is je spanning dus. Nou, het is een gezonde spanning, maar het is meer zo van dat ik dan hoop dat het goed gaat of zo. Dat is een soort van verwachting bij van dat ik denk van, oh ja, dus op de een of andere manier. Ik heb dan zelf ook de vorige keer dat we hier beneden in het café kletsen waren, hadden we het heel erg over de televisiewereld. Ja. En dat is ook een liefhebberij van mij om dat heel erg door te zagen en of is dat meta-analyse op los te laten. Ja, het probleem is dat ik nu niet zo erg TV en zo kijk. Dus, sorry? Dus alles wat ik erover zeg klopt waarschijnlijk nog steeds, omdat die mensen niet erg innoveren en veranderen. Ja. Maar het is niet dat ik actuele voorbeelden heb, want ik kijk er niet naar. Nee, oh ja, nee, ik ben ook eigenlijk niet meer echt een kijker. Dus dan ja, moeten we niet in de val van het mopperen. Nee, trappen, ook niet. Maar zolang je het abstract houdt, dat heb ik ook gemerkt. Dan klopt dat. Kijk, ja. als je praat over iets wat zichzelf niet durft heruit te vinden, dan klopt het nog steeds. Alleen, het zijn waarschijnlijk nu andere programma's en andere mensen, maar dan maak je moer uit. Ja, het zijn dus, eigenlijk... Wij kunnen heel actueel zijn, terwijl we praten over dingen van 20 jaar geleden. Oh ja, dat is een goeie, ja. Het is een soort van... Het zijn eigenlijk een soort templates, hè. Het zijn een soort concepten die klaar liggen in een laadje. En we weten nu al hoe het er over 10 jaar en over 20 jaar en over 50 jaar uit gaat zien. Want het is eigenlijk altijd hetzelfde, ja. Grappig. En hoe zou dat komen eigenlijk? Ja, ik weet dus niet of dat over 50 jaar ook nog zo is. Maar waarom het nu nog zo is... waarom zou dat... Dit wordt een van de vele dingen waarvan ik niet... Ik wil dit altijd weten, maar ik vind hier nooit een goed... Er zijn zoveel dingen waar ik geen... Nou, wat ik wel zo denk is dat mensen hebben behoefte aan houvast. Dus het formateren van dingen in het algemeen. Dat werkt. Dus daar hebben mensen... die doen dat zelf ook. Dus je format... wij ook. Geen format hebben is best wel ingewikkeld. Dus als je meteen weet... oh, dit wordt zo'n avond, of dit wordt zo'n avond... of dit is zo'n programma, of dit is... mijn baan is hier dit en dit. Dat willen mensen blijkbaar op een of andere manier. Terwijl tegelijkertijd, tenminste dat... wat ik denk... de leukste momenten zijn als dat juist verbroken wordt of het een heel anders is. Dus als jij een boekhouder hebt, maar er is ineens een hele gezellige man die eerst een kwartier over het leven met je praat, dan is dat eigenlijk, dan zeg je, oh, ik heb zo'n leuke boekhouder. Ja. Maar tegelijkertijd wil je heel graag dat jouw boekhouder gewoon een boekhouder is, want dat is, en dat die alleen maar zit te zeiken over cijfers en dat.
Ja, en volgens mij werkte met tv en de suggestie of de pretentie van tv, en het is trouwens ook theater, is dat het daarom anders is, is creatief. Maar volgens mij werkte alles volgens hetzelfde principe van nou, we hebben iets dat al werkt. Of dat, en wat, met, wat ze met werk, dat het werkt, daar bedoelen ze mee. Daar kunnen ze reclames mee verkopen. Dat is volgens mij het beste inzicht. Ik heb een keer, mocht ik David Simon interviewen van The Wire, en die zei, je moet je goed realiseren, tv-programma's worden uitgezonden zodat ze reclame kunnen verkopen. Het is niet omgekeerd, het is niet zo dat reclame een soort hinderlijke onderbreking is van een visie. Ja, of dat reclameinkomsten geaccumuleerd moeten worden zodat er mooie tv gemaakt kan worden. Dat is allemaal niet aan de hand. Dat is andersom. Ja, en dat hoeft helemaal niet alleen maar cynisch bekeken te worden. Ja. Hoewel dit wel vrij cynisch klinkt. Alleen dat verheldert wel heel erg de boel. En dan, ja, de mensen die het dan gaan doen, of de mensen die de kans krijgen te doen, er zijn natuurlijk wel mensen die echt mooie dingen of belangrijke dingen willen maken, maar die hebben het een stuk moeilijker. Want dat kan alleen als je je houdt aan een bepaalde formatering. En ik denk dat dat gewoon, er zal een reden zijn waarom. Het is niet alleen maar uit luiheid en gebrek aan creativiteit. Het is volgens mij ook omdat blijkbaar wij mensen dat ook prettig vinden. Alleen dat het niet zich ontwikkelt, dat is natuurlijk wel vrij treurig. Ja, nou, wat ik meteen aan moet denken, want je hebt ook op een gegeven moment zo'n programma gemaakt, Heerlijk Eerlijk Heertje, dat vond ik ook heel goed. En daarin ging je, als ik me dat goed herinner, dat was best een tijdje geleden, maar ging je ook bij allerlei televisieprogramma's langs om uit te leggen hoe naar jouw inzicht tv werkte. En deelde je eigenlijk dit soort observaties, ja, en gedachten. En wat me toen opviel is dat mensen daar echt een beetje boos op, ja, reageerden. Of ik herinner me nog heel goed de scène van Pauw en Witteman, die echt zo, terwijl ik vind Jeroen Pauw, ik heb best wel bewondering of respect voor zijn manier van tv maken. En ik vond het toch een beetje tegenvallen dat hij zo echt zo een beetje verontwaardigd was over van, alsof je een goocheltruc uitlegt waar de goochelaar bij zit of zo. Zo reageerde hij een beetje. Ja, dat vond ik heel opvallend. Ja, nou, mij ook. Maar ik heb dit wel. Ik heb daar heel af en toe denk ik nog wat aan dat soort dingen. En deze, na aanleiding van ons gesprek heb ik daar volgens mij het ook over gedacht. Ik begrijp dat eigenlijk nog steeds niet. Want het bizarre is. Nee, ik ook niet. Ik denk dat het te maken heeft met dat hij ten eerste zijn eigen talent onderschat. Dat soort mensen. Dus dat gesprek was helemaal geformateerd door hun. Dus zij hebben daar echt over na zitten denken. En het was wel een hartstikke leuk gesprek. Want ik vond Paul Witteman ook leuk. Dus ze waren heel grappig. Alleen, ze kunnen dus niet loslaten. Ze denken dus, heel veel mensen dachten, dat was bij Van Nieuwkerk nog veel erger. Ze dachten dat dat programma bedoeld was om de boel te ontmaskeren of zoiets. En daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik vind het gewoon zelf heel fascinerend in elke situatie om te zien waar ik eigenlijk naar zit te kijken. En ik realiseer me pas de laatste jaren dat ik dat niet doe omdat ik deconstrueren. Want dat zei iemand, ja, jij wil alles deconstrueren. Maar dat is niet een doel op zich. Ik vind het interessant, of ik merk dat als je het deconstrueert, of als je de regels verbreekt, dan is de kans dat je echt contact krijgt, is groter. En dat wil ik. En dat is waarom ik het doe. Ja. En tegelijkertijd fascineert mij mateloos waarom je niet gewoon een normaal gesprek kan hebben. En ik weet ook nog inderdaad bij Pauw Witteman, toen legde ik aan een visagiste uit, vlak van tevoren, wat ik ging doen. Waarom ik kwam. En toen, wat ik zei, van ik ben altijd geïnteresseerd in waarom mensen eigenlijk, of waar ik eigenlijk naar zit te kijken. Want je ziet natuurlijk niet alles. Je kijkt naar afspraken, je kijkt naar mensen. Ik zit er ook omdat drie andere mensen niet kunnen. Dus het is altijd, ja, van, oh, dit is het belangrijkste van de dag. Het is helemaal niet het belangrijkste van de dag. Het is wie er toevallig kan en niet ergens anders zit. Of niet een zieke oma had. En toen zei zij, ja, dat is, en zij vond het hartstikke leuk. En toen zei zij tegen mij, ja, zij hebben bijvoorbeeld oortjes in. Zei ik, oh, dat heb ik wel eens gehoord, maar dat wist ik niet. Zei, ja, ze hebben gewoon oortjes. Dus dat zei ik in die, oh ja, dat gesprek zei ik ook. Maar dat had ik gewoon van haar. En ik had ook aan haar gevraagd, mag ik dat zeggen? Ik heb niet haar naam of niet gezegd, ik heb van haar. Maar ik wist wel van, ik heb wel gezegd, ik heb van, maar ik mocht dat van haar zeggen. En toen zei ik, ja.
En toen voelde zij zich meteen een soort betrapt, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoelde. Ik bedoelde alleen dat als wij hier nu zo zitten en jij hebt een oortje in en er zitten drie mensen hier achter mee te praten, eigenlijk, dan is dat helemaal niet fout of onethisch of immoreel. Alleen, dat is niet wat mensen die naar dit kijken zien. Die zien ons praten en die zien dat jij met mij praat, maar ik praat helemaal dan niet met jou. Ja. Ik praat met jou en nog drie mensen die iets op kunnen zoeken of kunnen zeggen het gaat verkeerd. Ja. Of hij lult al. En dat vind ik hartstikke interessant, want dat geeft mij weer meer inzicht in de wereld. Want ik vind altijd, je denkt altijd als je naar iets kijkt, nou dat is echt wat het is. Maar ook dat is natuurlijk niet waar. Ja, maar dat is een beetje, stel dat ik zeg maar in een basketbaltoernooi zou rennen en ik zou dan op een gegeven moment springen en dunken. En jij zou zeggen van, ja, maar luister, er zitten drie mannen in groene en blauwe pakken, die tillen Michiel op. Precies, en als je het beeldscherm draait, dan zie je dat het CGI is rechtgetrokken. Ja. Dan kun je zeggen van, ja, maar dat is flauw, nu denken mensen dat ik niet kan dunken. Maar je kunt ook zeggen van, ja, dat klopt, zo wordt de illusie gecreëerd. En je kunt er op allerlei manieren natuurlijk ja, maar dit gaat al een stuk verder dat je de illusie, want ik vind het helemaal niet erg. Nou ja, het is toch een illusie die... Kijk, wat bijvoorbeeld bij Matthijs van Nieuwkerk of bij Paul en Witteman, die komen natuurlijk wel virtuoos over, doordat ze zeg maar met al die oortjes en al die influisteringen precies zo pats, 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 weet je wel. Ja, maar dat suggereert dat ze niet virtuoos zijn. Bijvoorbeeld Jeroen Pauw vind ik echt een voorbeeld van zover ik hem ken. Maar, en ik heb ook niet zijn werk zoveel gezien, maar volgens mij is die echt virtuozer dan die blijkbaar zelf denkt te zijn. En die verlaagt zich dan, zou je kunnen zeggen, tot de wedstrijd gewoon op een zesje uitspelen. Terwijl ik denk, als hij daar gewoon bij mij gaat zitten over dit onderwerp, hij weet meer van dit onderwerp, nou in ieder geval, dan ik. Op dat. Dus hij kan zo een gesprek bij mij voeren. Ik denk dat je met iedereen zo'n gesprek kan voeren. Ja. Dus, alleen, iedereen voelt het, dat was inderdaad met dat programma, dat voelden mensen als een soort aanval of dat ik inderdaad ging vertellen hoe het werkte. Terwijl dat was, ik was gewoon, ik vind het gewoon leuk om dingen te onderzoeken. En maar ik denk meteen, ik heb meteen een soort fantasie van hoe het dan zo gekomen is, dat die situatie zo is. Maar ik weet helemaal niet of dat waar is, maar ik denk dan meteen van, ja, natuurlijk Baarten van Dorp. En Baarten van Dorp, en dan had je op een gegeven moment Jan Mulder. Dat was een hele gezellige sfeer. Dat volgens mij ontstond dat gewoon zomaar een keer in een zomerseizoen dat ze voetbal gingen. Een soort voetbalavond creëren. Ik heb daar ook gewerkt trouwens. Oh ja, ja. Maar dat vond ik ook, dat vond ik als tiener al hele leuke, gezellige tv. Terwijl ik helemaal niet van voetbal hou. Maar ik had toch iets, dat had een bepaalde sfeer. En daar is heel die, volgens mij, die hele cultuur uit ontsproten. Heb ik het idee. Ja, voor een deel is het natuurlijk ook, het is natuurlijk ook weer gebaseerd op volgens mij Format uit Amerika. Maar ja, Baarten van Dorp, die durfde dus gewoon te, dat waren precies gewoon hele goede journalisten. En die wisten ook, nee, die durfden gewoon te vertrouwen op hun talent en gingen gewoon zitten. Ik weet dat wel, want ik mocht al op een gegeven moment werken. Toen hadden we en toen kwamen er meer talkshows en toen hebben we een vergadering gehad. Ben ik nog heel, en zei, ja, het wordt toch wel een beetje moeilijk, want ja, dan hebben we zo meteen een gast die ook al ergens anders zit. In het begin van de week. Toen hadden ze alleen nog maar één uitzending, de op donderdag de sportuitzending. Dus toen heb ik gezegd, ik wist er verder ook niet, ik zei, ja, maar dat maakt toch helemaal geen zak uit. Want kijk, als jullie doen wat de meeste mensen doen, namelijk de pers of de knipselmap pakken en dan wat uitspraken pakken en daar een vraag bij bedenken en dan hopen dat diegene weer hetzelfde antwoord geeft, ja, dan heb je sowieso een slechte show, maar dan valt het heel erg op. Hè, want dan krijg je van, oh, je zei maandag daarna dit en dit. Dat is gewoon loser televisie. Alleen jullie hebben je eigen nieuwsgierigheid en jullie eigen insteek. Dus het maakt helemaal niet uit, al is diegene elke dag op tv geweest. En gelukkig hebben dat, ik weet dat nog heel, dat we dat toen ook gewoon zijn gaan doen. En daardoor werkt het gewoon, omdat ze hun eigenheid durfden te behouden. En ook gewoon vertrouwden op hun talent. Alleen, precies. En wat mijn hypothese nu is, nu ook met Barend en Van Dorp in het achterhoofd. We zitten wel, Barend en Van Dorp is natuurlijk, dit is nu, zitten we in welk jaar zitten we nu? Dat is de jaren 90 geweest. Oké, dus zitten nu, het is nu al, nee, maar, oude, er zijn nu al een heleboel mensen die denken, Barend en wie? Dorp. Ja. Oké, maar ga door. Sonja Barend en Sonja wie? Sonja Barend, ja. Maar nee, maar wat ik,
Wat ik denk dan is dat op een gegeven moment die stap wordt gemaakt naar die formule van Pauw en Witteman. En dan wordt het een wekelijkse show het hele jaar door. En dan krijg je een ander soort gasten. En dan is het ook zo, de ene keer is het een politicus die heel erg zijn kaarten close to the chest houdt. En dan is het weer een culturele alleseter en alles daartussen. En dan krijg je ook zoiets van, ja, hoe gaan we dat doen? En dan wordt volgens mij ook zo'n oortje een manier om op verschillende scenario's te kunnen reageren. Ik denk dat daar zo'n techniek vandaan komt. Ja, dat weet ik niet. Ja, nou, nee, omdat je gewoon, het heeft ook te maken volgens mij met alles. En dat heeft volgens mij ook niks meer met tv of media te maken. Volgens mij hebben mensen enorme behoefte aan het controleren en het beheersen en meten van wat er gebeurt. En dat allemaal van tevoren weten. Ja. Dus maar daar zit voor mij achter, of onder. Kijk, als jij als jij talentloos bent, er zijn natuurlijk ook heel veel talentloze mensen, dan moet je dat vooral doen. Dan moet je een draaiboek maken en alle oortjes die je maar kan hebben en alle vragen en antwoorden uit je hoofd leren. En dat begrijp ik. Dat vind ik ook, dat talentloos klinkt heel naar, maar ik vind dat ook dan terecht. Want dat moet je ook doen, want anders dan mislukt het. Maar als je niet talentloos bent, dan kun je best vertrouwen op je eigen op je eigen talent. Volgens mij is er nog een element wat je toe moet voegen aan dit. Het is volgens mij allemaal prima als je maar niet, voor mij tenminste, en dat het moment waarop ik afhaakte, is dat ik steeds meer voelde dat er potentie is wat we doen als journalistiek. Terwijl het gewoon entertainment is. En ik heb niks tegen entertainment, want ik ben ook van entertainment. Maar zodra je net gaat doen alsof je een journalist bent, en een journalistieke functie aan het vervullen bent, en dat doen die Jinek en Weefel doen dat allemaal, dat zijn gewoon allemaal clowns. En als je een clown bent, nou ja, als je een neusje op doet of een oor in, ja, prima. Maar dat klinkt nu, nee, maar je gaat lachen waarschijnlijk omdat afzijgen echt klinkt. Maar dat bedoel ik echt niet. Het is gewoon entertainment. Nou, dat is hartstikke goed. Ik ben het helemaal met je eens, alleen ik probeer me nu voor te stellen dat zij hier ook zitten en dit horen, en dat ze dan proberen die twee uitspraken bij elkaar te brengen. Van nee, maar ik bedoel dat helemaal niet als kritiek. Ik bedoel dat gewoon zoals het is. Je bent gewoon een clown. Maar dat is geen kritiek. Ja, ik snap meteen wat je bedoelt. Maar ik kan me voorstellen dat iemand als Jeroen Pauw of Eva Jinek, die dit helemaal als een soort levenswerk hebben opgebouwd en dan helemaal voor zich zien dat zij helemaal op de top van de top van de journalistieke piramide staan met dat programma, wat eigenlijk een circus is, dat ze dat persoonlijk nemen. Ken Eva Jinek gelukkig niet, maar Jeroen Pauw, die heb ik bijvoorbeeld na die uitzending ook wel vaker daarna wel gesproken. Die begrijpt dit allemaal prima. En helemaal. Maar hoe zit het dan precies? Hij begrijpt het wel, maar hij heeft toch omdat op tv gewoon, een soort omdat van hij gewoon, act of zo. Ja. Dat hoort bij zijn clowns act. Zoals we allemaal hebben, als wij nu samen hier naar beneden gaan, en er is een verjaardag en wij gaan die crashen en gaan met mensen praten, dan hebben we ook een act. En deze mensen hebben ook een act. Als ze op tv, als ik op tv ben, dan probeer ik niet een act te hebben, maar er gaat wel iets anders in me aan. En nu gaat er ook iets anders in. Ik heb niks bedacht wat ik nu zeg, maar er gaat iets in me aan. Maar Jeroen Pauw weet ik gewoon van, maar nu wordt het een Jeroen Pauw gesprek die ik ook al heel lang niet heb gezien. Maar ik weet dat ik zeker na deze uitzending, maar andere uitzendingen ook, heb ik met hem gepraat. Er was ook een keer dat ik er was. Toen was ook die andere, hoe heet die? Shit, dit is heel erg. Van RTL met die kale kop. Frits Wester, tuurlijk. Kijk, we hebben een factchecker achterin. Dankjewel. Dit plakken we zo. Weet je, Frits Wester, waar ik. In ieder geval, heel mooi, die ging ook in de uitzending, hield hij graag rust. Maar achteraf zei hij, oh, maar ik heb hier natuurlijk legio voorbeelden van. En die liep dan helemaal leeg. Maar helemaal niet met allemaal smeuïge of ranzige dingen. Alleen met allemaal goede voorbeelden van waar ik het over had. En ik vind het dus nogmaals, volgens mij, maar dit heeft waarschijnlijk al met ego te maken, dat wat jij net zegt, namelijk dat is wel een van de dingen waar ik in mijn leven wel last van heb gehad met mensen. Dat ik bedoel echt niet van je bent een sukkel. Als ik zeg van je bent gewoon een clown. Ja, misschien is clown een verkeerd woord, maar
Het is entertainment. Ja, ook dat is een oordeel. Je kunt zeggen, het is een oordeel. Want ik ben wel een journalist. Nee, ik snap het. Je bedoelt maar het in een archetypische zin. Je zegt van... Ik vind als jij je journalist noemt... en jij doet of je nou een tv-programma doet... of een krantenartikel of wat dan ook... en alles wat jij doet is gewoon van tevoren besproken en afgesproken... en er zit geen enkele intrinsieke interesse in... maar ook geen enkele... echte spanning van, oh, ik ga nu iets vragen, wat komt er terug? Als je dat doet, ja, dan moet je jezelf, waarom zou je jezelf dan journalist noemen? Je kan jezelf dan toch een hele goede entertainer of een hele goede weet ik veel wat noemen. En dat is wat die programma's zijn. Jan van Friesland, die was eindredacteur van Heerlijk Heerlijk Heertje, die heeft Buitenhof opgezet. Die begreep het ook meteen. En dat is echt een journalist. Maar die zei, ja, wij hebben natuurlijk ook allerlei... vormen van gesprek. Ik moet gaan denken. Misschien heb ik dat toen ook verteld. Hij zei: wij hadden bijvoorbeeld altijd het glaasje watergesprek. Zei: wat was dat dan? Zegt hij: nou, dan is er bijvoorbeeld een politicus. En daarvan weet je dat er iets heel emotioneels is. Want dat is allemaal besproken met de woordvoerder. En dat je dat wel mag vragen. En op een gegeven moment stel je die vraag. Die dan zogenaamd heel moeilijk is. Maar, en die is ook moeilijk, maar tegelijkertijd weet diegene allang die vraag gaat gesteld worden. En dan zie je ze bijna breken. En dan heb je een glaasje water en dat schuif je dan zo naar hem toe. En dan is de gedachte, en dat schijnt vaak te werken, dat het dan stil is. En dan gaat de camera zoomt op jou in. En dan, nou, dan ga je ook waarschijnlijk huilen. Dat is het glaasje watergesprek. Nou, dat soort dingen. Ja, ik vind dat beren interessant. Want als ik de volgende keer naar zo'n gesprek kijk... denk ik, oh, dit is een glaasje watergesprek. Ja. En zo werkt gewoon entertainment. Dat is ook, ja. En dat is... Ik bedoel, het is toch heel knap als ik naar een film ga... en ik moet huilen aan het eind. Ik moet altijd wel huilen, maar ik ga aan het eind huilen... precies op hetzelfde moment dat jij gaat huilen. Dat is toch heel knap als een regisseur en een scriptschrijver... en een acteur en iedereen eromheen dat zo gemaakt hebben. Dan ben je toch niet een sukkel? Alleen... dan moet je niet net doen alsof je ineens spontaan op de set dacht... oh, weet je wat, hoe deze film gaat eindigen? Boah. Nou, dat is wat al die clowns wat mij betreft doen. Ja, het is... Ik zal nu bij jou doen dat jij gaat huilen. Dat ja. Nee, ja, nee, ja. Ik moet hier soms wel om huilen inderdaad. Ja, waarom? Waarom ben jij hier zo... vind jij dit zo belangrijk? Dat is een hele goede vraag. Daar zit ik eigenlijk ook over na te denken. Ik denk dat ik... dus vanuit de kunsten zou ik zeggen, vanuit de kunsten heb ik het idee, dus als je een goede roman leest of zo, of een goed toneelstuk ziet, of een goede cd hebt, of een goede popartiest hebt, of wat dan ook, dan heb ik het idee, dat vind ik bijna altijd goed, omdat ik dus geloof in die echtheid die daar doorheen, die ergens doorheen breekt. Die ergens... en ik heb het idee dat tv ook aan mij zo verkocht wordt als iets wat echt is. En dan op een gegeven moment zie je dat het niet echt is, maar nep is. En maar dan is het dus eigenlijk, dan is de vorm dus gewoon, of de mensen die het doen, zijn niet goed genoeg in hun métier. Dus nou, dat weet ik niet. Nee, ik bedoel, want ik wil nog steeds weten waarom jou dat dan raakt. Voel je dan besodemieter? Nee. Laat ik het gewoon halen uit Dit Was Het Nieuws. Waarom vond ik Dit Was Het Nieuws toen ik 18 was goed? Dat had denk ik te maken met dat wat jij en Thomas Agda deden. Daarvan had ik de indruk dat ik keek naar iets wat echt was. Iets wat gewoon wel uit het moment kwam. En ik weet nog wel dat mijn vader wel eens zei van ja, maar dat wordt ook gemonteerd. En ik weet niet wat mijn antwoord was, maar dat maakt niet uit. Want als je 2 uur filmt en je knipt gewoon een paar dynamische momenten achter elkaar... dan heb je nog steeds iets wat in dat moment spontaan ontstond gebotteld. Dus dat vond ik niet, dat was voor mij niet, dat was niet de truc doorgeprikt. Dus dat vond ik mooi om te zien. En op het moment dat je een talkshow hebt, die dus ook waarbij je... ik had het ook bijvoorbeeld nu... Mag ik nog wat vragen? Ja, dat is niet. Maar daar leer ik dan weer van. Ik begrijp helemaal wat je zegt. En het voorbeeld van Dit Was Nieuws is ook goed. Hoewel je ook weer kan zeggen dat Thomas is ook een hele goede acteur.
Ja, ik ben dus natuurlijk benieuwd of dit allemaal klopt. Of je denkt van nee, dan kan ik zo wel. Maar Thomas, ik kan niet zo goed acteren. Of helemaal, ik kan helemaal niet acteren, laat ik het zo zeggen. Dus ik moet in de buurt blijven van mezelf. Maar Thomas heeft veel meer gereedschap om ook andere dingen te doen. Wat ik graag zou willen weten, of zou willen voelen in ieder geval, van waar zit jouw fascinatie? Zit die bij van dat je denkt, ja, vertel me nou gewoon het echte verhaal, dat ze je besodemieteren, of dat ze je proberen iets te laten zien wat niet echt is, en dat jij er niet intrapt in. Wat ik vroeger wel eens had van, behandel me niet als een debiel, behandel me gewoon als een ik word kwaad als ik zo behandeld word. Maar waar zit dat dan bij jou? Want stel dat die talkshows het wel slim, want dat heeft ook te maken met de kunde qua acteren. Als je dus heel goed net kan doen alsof het echt gebeurt. Stel dat ik jou nu vertel, alles, dat is niet waar hoor, maar alles van dit was nieuws. Daar hebben we de hele week op zitten repeteren. En ik ben gewoon een virtuoze acteur. En Thomas ook. En alles. En ja, maar ik, stel dat je dat zegt. Zou je dan zeggen, hartstikke goed, want nee, ik ben erin getrapt. Of zou je zeggen, nou, nu voel ik me nog erger genaaid dan ik me toch al. Nou, ik zou me dan genaaid voelen. Maar ik weet dat het niet zo is. Want ik weet dat ik een goede kijker ben. Want dat is dus, je moet altijd in je leven toch een beetje van je handicap je kracht maken. En met kijken is dat iets wat bij mij vanuit een soort verlegen inborst en een bepaalde voorzichtigheid ontstaan is. En uiteindelijk weet ik gewoon dat ik dat, ik weet het niet zeker, ik toets het in jou, ik ben er aan het raden, maar ik denk dat ik dat toen goed heb aangevoeld. Dat er wel iets, dat ik weet, dit was nieuws, keek naar iets wat vanuit spontaniteit mocht ontstaan. En dat heel veel programma's daar niet mee werkten en dat programma daar wel mee werkte. En denk je dan dat er ook slechte kijkers zijn? Die dat dus niet zien? Ik weet niet. Dat beantwoordt zeker nog steeds niet de vraag waarom dat mijn dwangneurotische fascinatie is. Maar dat is even in het voorsorteren van die vraag een belangrijk element. Ja. Dan, laat ik het anders zeggen. Waarom wil je zo graag dat het echt is? Ja, dat is iets in mij. Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Ja, ik stel alleen maar goede vragen. Ja, dat weet ik. Ik weet nog wel, maar toen ik voor het eerst doorkreeg hoe de wereld erdoor werd gemaakt. Ik stond in een café te ouwe hoeren met iemand. En die zei van, ja, ik ben een idee-pitcher. En ik zo van, idee-pitcher, wat is dat? Hij zo, oh ja, ken je dat niet? Nee, nooit van gehoord. Hij zei, nou, al die items van de wereld erdoor, die worden gepitcht als een idee. En toen gaf hij een voorbeeldje, die heb ik altijd onthouden. Hij gaf 3 of 4 voorbeeldjes, maar hij zei van, heb ik bijvoorbeeld een ideetje? Voetbalvrouwen. En daar zijn de vriendinnen van, want er wordt altijd over voetbal gepraat. Maar de vriendin van Jan Smit is een hele hartstochtelijke voetballiefhebber. En zijn vriendin ook. Dus ik heb dan een idee, dan moeten we 3 van die vrouwen neerzetten die over voetbal gaan praten. En ik zei van, was dat echt zo, als een soort van, en dan in één keer zie ik de wereld erdoor als een wedstrijdje van allemaal van die jongens, zoals die sportieve jongen met wie ik aan het praten was, die allemaal zo sportieve ideetjes gaan pitchen. En in een soort darwinistisch wedstrijdje van wie de leukste gekke ideeën kan bedenken. En in één keer zie ik vanaf dat moment heb ik de wereld erdoor nooit meer normaal kunnen kijken, want ik zie de hele tijd die gepitchte ideeën. Dus zelfs Kon je daar daarvoor wel normaal naar kijken? Ik denk dat mensen meteen voelen, maar dit is vooral in comedy of in theater of in echt, als het in echt contact, meteen voelen of het wel of niet aan de hand is. En ik kan me dus totaal niet voorstellen dat mensen ooit gedacht hebben, echt gedacht hebben, dat zo'n programma echt is. Behalve dat je zou kunnen zeggen dat dan blijkbaar het talent is van in dit geval Matthijs van Nieuwkerk, dat hij een virtuoos net kan doen alsof het hem echt iets kan schelen die avond, en hij dat boek echt heeft gelezen en hij echt datzelfde idee bedacht heeft van die vriendinnen. Begrijp je? Als je dat heel goed kan, en dat is mijn, dat vind ik. Ik vind een criterium, tenminste in comedy, of als ik zelf naar een film ga. Kijk, alles in een film is bedacht. Er is niks echt aan een film.
Alleen, kun je nog een hele discussie hebben over waar het vandaan komt, is wel echt. En hoeft dus niet het letterlijk echt te zijn, maar het gevoel daaronder is echt. Maar als iemand iets doet waar ik volledig intrap, dan is wat mij betreft ook criteria. Nou goed, ik ben er dan blijkbaar ingetrapt. Als jij mij nu alles laat zeggen en doen, waardoor ik op het eind van de avond of zo meteen een janken uitbarst of verhalen ga vertellen die ik hem niet wil vertellen of je kwaad wegloop. En ik denk, wij hebben gewoon een echt gesprek, maar jij hebt dit ook heel goed bedacht. Dan vind ik ook, voor mij is het ook een keer in, nou dan heb je ook je werk heel goed gedaan. En of ik jij dan een clown noem of een journalist of een goede acteur, dat maakt allemaal geen zak uit. Maar dan heb je het heel goed gedaan. Volgens mij is het probleem dat als mensen het niet heel... Dus ik vind het niet zo... Want ik vind het oordeel over wat ze aan het doen zijn, vind ik niet zo interessant. Ik moet er intrappen of niet. Dus daarom zeg ik, ik kan me niet voorstellen dat mensen in de wereld draait door trappen. Maar dat zegt ook iets waar je zelf blijkbaar op dat moment als kijker behoefte aan hebt. En het zegt ook iets over het talent van in dit geval de clown Matthijs van Nieuwkerk. Ik kan er niet naar kijken, omdat ik niet kan tegen mensen die pretenderen geen clown te zijn, maar een ziener of een goed belezen journalist. Dus ik denk, ja, flikker op, dat ben ik ook niet. Maar ik pretendeer ook niet zo heel veel meer. Ja, dus voor jou zit het daarin. Dat je denkt van ja, het gaat om wat precies. De pretentie en de prestatie. Ja, dat vind ik een hele raar. Dat vind ik dan heel raar. Want ik denk altijd, wat stoort mij dan zo aan dat soort dingen? Ja. En dan vind ik pretentie eigenlijk een onzin ding, want dat zit natuurlijk ook in mijn hoofd. Dus ik vind het ook helemaal niet. Dus dat is een heel raar criterium. Kwaad te worden over pretentie. Ja. Want wat weet ik nou? Dat, alleen op een gegeven moment was dat. Ik ben er gelukkig maar 3 keer geweest. Maar op een gegeven moment merkte ik dat zij echt geloofde. Hij geloofde echt. Ik ben Matthijs van Nieuwkerk. En dat programma geloofde echt dat zij. Dat zei het wel. En goed, dit is allemaal 100 jaar geleden. Dus ik vind het een beetje hele oude, kapotte, dode koeien. Maar dat is volgens mij ook wat er gebeurt. En dat vind ik dan weer een interessant ding. Dit gebeurt ook gewoon met mensen op tv. Dit gebeurt als je op tv bent, zelfs nu nog, denk je zelf, maar in ieder geval mensen om je heen, nemen dat toch heel serieus. Dus je gaat jezelf steeds serieuzer nemen. Terwijl, ja, je moet wel heel erg niet aan de weg timmeren om niet een keer op tv te zijn. Daar moet je best voor doen, volgens mij. Ik ben nog steeds ook aan het kouwen op die vraag van wat er nou onder ligt. Ik heb nog steeds het idee dat ik niet goed antwoord heb gegeven op jouw vraag. Nee, dat heb je ook niet. Maar ik weet niet of je dat ontloopt of dat je het gewoon niet weet. Nee, ik ben er nog niet. Ik heb het idee, ik zie een soort van antwoord in de verte, maar ik kom er steeds niet bij of zo. Maar dat maakt het verder niet uit. Jawel, maakt wel uit. Want jij zit ergens met... Jij zit ergens andere met... Poging. Ja. Ik doe een nieuwe poging. Ja. Ik denk dat het wel raakvlak heeft met wat jij zegt. Want voor mij gaat het dan om dat het... Dus ik zie tv als amoreel. Of eigenlijk helemaal los van moraliteit. Dus het is losgekoppeld van moraliteit. Terwijl het wordt gebracht als heel gewichtig moreel. Ja, door wie dan? Nu begrijp ik dat niet. Okay. Wie doet dat net? Of? Nou, dus als je dus gaat zeggen van dit is hele belangrijke journalistiek, terwijl het is een circus en het zijn clowns, dan heeft dat een bepaalde pretentie. En dat heeft ook een bepaalde morele component. Ah, zo, begrijp ik, sorry. Ja. Ja. Dus ik denk dat daar ook iets van mijn... Maar dan heb je dat dan met elk TV, want het is ook niet zo dat alle TV... Ja, waarom neem jij het dan zo serieus? Je kan toch ook zeggen, ja, je neemt het wel serieus. Maar ik bedoel, dit kan je ook zeggen over dominees of over rabbijnen. Er zijn zoveel dingen die zichzelf, of mensen of organisaties, die zichzelf heel serieus nemen. En waarvan jij zelf kan bepalen, nou, ik neem maar niet serieus. Maar er zit iets wat jou, want we hebben inderdaad eerder deze discussie, niet letterlijk deze discussie. Maar er zit iets waar jou, wat jou er specifiek zo dwars aan zit. Nou, nee, dat is misschien wel waar. Maar dat is ook het heeft ook een element van toeval of zo. Ja, toen ik met Casper de snijtafel maakte, toen werden we gewoon 3-4 keer uitgenodigd door de wereld door. Maar in diezelfde week werden we ook elke keer gebeld van, oh, dat is toch iemand anders. En dat is irritant. Dat is wat je ook zegt, van je wordt, deed het
opgeschoven, toch? Dus of, ik heb dat nooit, bij mij nooit gebeurd, maar ik kan me voorstellen dat dat heel fijn. Dus toen dat 3-4 keer gebeurde, toen, ik ben ook heel de week aan het schrijven en allemaal andere dingen aan het doen. Dus ik zie dat als een soort kaping van mijn hoofd. Dus ik denk, bij de 3e of 4e keer denk ik, ga uit mijn hoofd. Want ik wil dit niet. Ik wil niet op maandag denken, ik ga op vrijdag naar de televisie toe. En daar dan een soort van in die opbouwende spanning op donderdag horen van, oh nee, toch niet. Dat vind ik vervelend. Maar dit werkt toch alleen maar omdat jij de volgende keer, ondanks al je slechte gevoelens, weer zegt, oh ja, mag ik weer? Ja, inderdaad. Daarom werkt het. Ja, dat werkt dus ook voor de arrogantie van die mensen in de hand. Natuurlijk. Dus voor mij was het een heel erg... Maar wat is dat dan? Nou, dat weet ik niet. Maar wat bij mij gebeurde was dat ik tegen Casper zei van, weet je, laten wij het omdraaien. Laten wij de wereld erdoor bespreken in ons programma. Dus dat was voor mij een ritueel om er vanaf te zijn. En denk ik, voor eens en voor altijd offer ik het. Hoef ik daar niet meer te zijn. En is het van me af. Dus ik heb het van me afgeplaatst. Oh, grappig. En dus dat was voor mij een enorme vruchtbaar moment. En ja, toen ik jou hier in Massini tegenkwam, het café waar we nu zitten. Op een gegeven moment raken we daarover aan de praat, omdat jij daar heel veel programma's over hebt gemaakt. Dus voor mij is dat een soort natuurlijk raakvlak. Het is niet dat ik heel de dag door je neemt het nog steeds. Je neemt dit ding. Ik wil het gewoon weten. Het is niet uit, maar je neemt het nog steeds serieus. Heel serieus. Zeker. En je bent ergens, of kwaad of teleur, maar ik heb het gevoel dat je vindt echt dat ze zich beter zouden moeten gedragen. Begrijp je? Het is als iemand die zich niet heel goed heeft, als een kind zich niet goed heeft gedragen. Van, waarom doe je nou zo? Waarom doe je nou zo? Dat voel ik bij jou. En denk, waarom denk je juist omdat jij een slimme jongen bent, voor zover ik dat kan inschatten, en ook weet hoe het werkt? Waarom neem je het dan? Ik heb dat natuurlijk ook gedaan, maar dat doe ik nu niet meer. Maar waarom neem je dat toch zo serieus? Want je weet dat de opzet is helemaal niet van wij zijn echt en wij zijn echt geïnteresseerd. En alle dingen die jij zo graag erop, die jij zo graag zou willen en er dus ook op plakt, die zijn niet zo, maar die weet jij ook dat ze niet zo zijn. Dus je kunt ook zeggen, heel leuk als jij nu de hele dag blijft doen als televisie, dat je een raam op de wereld bent. Nou, heel veel plezier, doe je best. Ik ga verder met mijn leven. Maar dat doe je niet. Ja, niet dat je de hele dag hiermee bezig bent, begrijp ik. Nee, maar je neemt het toch nog steeds serieus. Terwijl het heel goed werkt. Dus, kijk, ik kan bij goochelen, dat vind ik wel goed, ik kan helemaal niet goochelen, maar ik kan heel goed, heel erg genieten van een hele goede goochelaar. Terwijl ik weet, het is een truc, dat weet je. Alleen, ik kan nog steeds ervan genieten. Maar als ik zou zeggen, ja, maar het is gewoon een truc, flikker op. Ja, dan kan ik er ook niet meer van genieten. En dan ga ik mezelf ook niet aandoen om nog een keer naar een goochelshow te gaan. En daarna tegen jou te zeggen, ja, die gozer zit de boel te sodemieten, want dit kan niet wat hij nu doet. En op een of andere manier zit jij er nog steeds tussen, lijkt het. Of is dat overdreven? Nou ja, je hebt dat al een paar keer gezegd van, het zijn wel hele oude koeien. Het is iets van 20 jaar geleden. Dat zie ik ook wel. Maar ergens bestaat tijd ook niet hierin. Ik vind gewoon dat de onderste steen nog niet boven is. Zolang de hele wereld het heel bloedserieus neemt, dan vind ik het gewoon... Je bent op een missie. Je bent gewoon een man op een missie. Nu word je echt blij. Nu is er komen echt. Nu zie ik echt jou... Ik denk van... er is nog geen consensus over wat tv is in onze wereld. Maar als jij dan tv... Ik kijk geen tv. Je kijkt geen tv, maar als jij het dan voor het zeggen had, stel jij wordt de baas van tv, wat zou tv dan zijn? Ik zou dan gewoon zeggen van, fijn dat jullie mij baas hebben gemaakt van de tv. Ik vind het project klaar. Laten we de buit opdelen door het aantal hoofden en de stekker eruit trekken. Dat vind ik geweldig. Dat zou ik zeggen, denk ik. Mooi. Het is gewoon klaar, dan toch? Dan krijg jij het laatste water. Dat is heel goed gesproken. Maar ik weet niet, wat zou je... Het is toch gewoon het dood hout? Koraal of zo? Ik weet niet. Ik weet niet. Ik denk dat er best wel mee te doen is, maar... Ik heb er niet over nagedacht, maar ik vond met jou... Ik ga niet proberen jou te toppen. Wat jij nu net zei is... Ik weet niet... Ik heb het idee dat... ik kijk nu eigenlijk alleen nog maar
YouTube-filmpjes of weet ik veel, of ik luister podcasts op Spotify. Of weet je, op die manier kom ik aan mijn. Aan wat ik kijk. Dus ik heb tv helemaal niet meer. Ik kan me niet eens de laatste keer herinneren dat ik tv heb gekeken. Maar ik weet niet, het is misschien wat. Het is wel een goede vraag. Het is. Dus hoe ik zelf nieuws consumeer en entertainment en alles. En kunst. Dat lijkt volgens mij heel erg op ongeveer iedereen dat nu doet. Iedereen die jonger is dan 40, maar zelfs misschien jonger dan 50. Misschien jij ook. En toch hebben we leven in een soort bubbel of een illusie. Dat er een soort centrum van de aandacht bestaat. Net als Hollywood voor film. En ook de media, het mediacircus, de televisie en de kranten. En dat is, dus, dat is een beeld van een piramide. Of een centrum. Ja, maar ik weet niet of dat beeld. Ik heb dit ook al gedaan. Want heeft iemand. Dat was Thijs, heerlijk heertje. Toen was Rob Wijnberg, had ik toen best veel contact. Oh ja. Die zei op een gegeven moment, vond ik heel goed, toen vroeg ik aan iemand iets van, ja, maar ze zeggen allemaal, mensen zeggen dit en dit. En toen zei hij, wie zeggen dat? Ik zeg, nou, dat zeggen mensen. Zei hij, nee, maar wie zeggen dat dan? Toen zei ik, nou, dat heb ik, las ik ergens in de krant, had iemand dat gezegd, over het programma of over mij of weet ik veel wat. Zeg, ja, dat zeggen mensen. En dat was zo'n goed inzicht. En dat is met dit ook, van het. Ik wil daar een keer een ding over doen. Kijk, de kijk op een avond, hoeveel mensen kijken naar tv? 1,5 miljoen mensen of zo? Ja, ik weet niet. Er wordt altijd heel erg. Wat jij nu zegt van tv is het centrum van al. Dat is heel erg een idee wat binnen de tv. Wereld zelf en de kijkers van tv, die hangen dat aan, want die vinden dat allemaal heel belangrijk. Alleen er zijn minstens dus 10 miljoen mensen, er zullen ook baby's zijn, weet ik veel wat, maar er zijn minstens 10 miljoen mensen die vanavond geen tv gaan kijken. Waar dus ook helemaal niet al die dingen waar jij zegt, ja, dat is het centrum, dat geldt helemaal. Ik heb dit bij tijdens corona ging iemand enorm tegen mij tekeer over, nu moet ik hem goed zeggen, Ab Oosterhuis. Oh ja. En die zei, ja, dat is toch schandelijk. Die en ik had die man nog nooit gezien. Ik wist gewoon echt niet wie die was. Ik had die nog nooit gezien. Ik had dus helemaal geen beeld. Ik zei, wie is dat dan? Ja, het is het hoofd van de RIVM. Ik zei, oh, nou. Dus ik google even. Nou, was helemaal niet hoofd van de RIVM. Dat was hij vroeger geweest. En dan ging hij en toen realiseerde ik me. En dat was niet van, oh, ik kijk geen tv. Er zijn gewoon een heleboel mensen die helemaal niet. Hier naar kijken. Ik heb wel eens ik mocht een keer een wetenschapper uit Amerika over DNA interviewen in Rotterdam, in het gemeentehuis. Daar was ik voor uitgenodigd, omdat iemand mij had gezien in een uitzending van Wintergast. Want ik mocht Wintergast op een gegeven moment. Volgens mij heb ik er 10 gemaakt, of 12 of zo. Pas. Toen ik al lang dat interview ging doen en een dag van tevoren of zo belde die man me op, zei hij, ja, ik hoor nu van allemaal mensen dat je ook een ander programma doet. Dit was nieuws. Die man had daar nog helemaal nooit van gehoord. En die wist dat helemaal niet. Die had gewoon een keer Wintergasten gezien, waarin ik vrij serieus met mensen praatte. En dat vond hij geweldig. Dus hij dacht, nou, ik zou het leuk vinden als jij dat in Rotterdam kunt doen. Dus er is ook een soort idee, volgens mij ook bij ons, ook bij mij, dat waar de wereld waar wij in zitten, of je nou kijker bent of je zit op tv, bent op tv zelf, dat dan ook echt het centrum is. Maar dat is helemaal niet waar. Dus ik weet helemaal niet of jouw bewering van dat is dus het centrum. Ik denk helemaal niet dat heel Nederland nu aan het praten is over waar ze vanavond over praten bij Derksen of bij weet ik veel welke programma's er allemaal zijn. Ik geloof daar helemaal geen reet van. Ik geloof, als ik gewoon met mijn voetbalteam ben, heeft helemaal niemand het daarover. Helemaal niemand. Dus ik zeg niet dat er niemand mee bezig is, maar het idee dat de wereld waar jij toevallig in zit of waar je naar kijkt, dat het centrum is, dat al is een verkeerd idee, denk ik. Begrijp je? Ja, en ik begrijp het heel goed.
Dus ik ben aan het nadenken waar ik dat idee op baseer. Want het is inderdaad niet hoe ik het zie. Maar het is hoe je ziet dat de concepten op elkaar inwerken. Dus iets wordt op tv gezegd en dat vertaalt zich naar dat gaat vertalen. En dan gaan de politici stellen. De vragen, die dat heb ik een keer ook toen onderzocht voor iets. De vragen die politici in de Tweede Kamer stellen. Vroeger waren dat gewoon dingen waar ze vonden dat die aan de... dat er bepaalde dingen, dat er over gepraat moest worden met de minister of met het vragenuurtje. Nu lezen ze gewoon in de trein de krant. En dan is er een columnist en die zegt, nou, dit is toch een schande, dit en dit. En dan maken ze op basis daarvan een vraag. Dus het is zichzelf nu allemaal aan het bevruchten. Want dan komen zij weer op tv met een vraag waarvan ze denken, ja, dit is een relevante vraag. Want die staat ook in de Telegraaf. Dus dat vinden een heleboel mensen belangrijk. Dus het idee dat het allemaal heel belangrijk is, versterkt elkaar. Maar daar wordt het idee niet echt belangrijker of groter van. Want dat komt alleen van zes kanten op die mensen af. Dus als jij veel media consumeert, dan hoor je inderdaad die vraag hoor je zes keer. Maar als je niet, dat had ik dus toen met die Ab Oosterhuis. Ja, ik wist gewoon helemaal niet wie die man was. En ik kende ook in mijn omgeving verder helemaal niemand die daarmee bezig was. Dus ik had nog nooit een gesprek over die man gehad. Dus ik had ook helemaal niet een oordeel. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb met mensen over van alles gepraat, maar niet over die man. Omdat, het kan ook zijn dat mensen wel wisten dat ik het ook niet wist. Maar omdat toevallig in mijn omgeving, en dat zal ook, dat is natuurlijk ook weer een bubbelding, kan je dan zeggen, dat helemaal geen issue was. En dus, ja, ik weet niet wat ik hier verder mee wil zeggen, maar dat is... Dus ik ben het met je eens dat al die concepten op elkaar aansluiten en op elkaar inzoomen en elkaar gebruiken eigenlijk om nog harder te schreeuwen. Want dat is eigenlijk wat het is. Het volume wordt steeds harder. Maar dat je harder schreeuwt betekent niet dat er meer mensen luisteren. Dat is eigenlijk een schitterende zin. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, en ik heb soms wel het idee dat... Dus zeker ook nu die met corona is dat debat heel erg op scherp komen te staan. Maar je merkt het aan allerlei dingen. Dus er is een hele, best wel een opgefokte... misschien eigenlijk al met de Brexit en daarna met Trump en daarna met corona. Maar ook met klimaat en ook met LGBTQ en ook met MeToo en ook met racisme en met seksisme en met grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn allemaal van die hot topics. En waar dat circus een versterkende rol in speelt. En dus ik zie dan dat hoe wij gewend zijn van inderdaad met de invloed van Amerika op onze media en hoe die grote programma's dat daarop ingrijpen. Langzaam zie ik dat ook zoiets als de Volkskrant, die dan met Volkskrant Magazine komt en NOS en hoe die eigenlijk Twitter in één keer als bron gebruiken. Ja. Dus wat jij beschrijft als een soort enorme stoet van de nieuwe kleren van de keizer. Dus ik heb wel eens het idee van dus hoe mensen hun nieuws en hun cultuur en hun kunst en al die dingen consumeren is heel pluriform en het komt overal nergens vandaan. Maar dat circus blijft, wordt groter en groter. Dat wordt enorm opgeblazen. Ik kan niet heel erg goed articuleren. Maar dit ben ik helemaal niet eens. Alleen dat is volgens mij al jaren... Hoe kijk jij daarna? Nou ja, ik denk dat al jaren... Kijk, ik heb bijna obsessief, ik denk... Mijn vrouw en dochter vindt het zeker obsessief. Toen die Trump-tijd gevolgd, maar dan via de Amerikaanse krant en Twitter en zo. Dus ik zit niet op Twitter, maar kijk wel. Dus alles wat er nu, wat ik zie, boeren, ja, dat is gewoon. Ik heb verder geen oordeel over de boeren, maar je kunt ze wel beschuldigen van plagiaat. Het is namelijk gewoon, het zijn allemaal schablonen van Amerikaanse systemen. En dat is inderdaad ook met zogenaamd serieuze media zijn ook. Dat is volgens mij altijd wel een beetje geweest, maar het is nu zo opzichtig dat iedereen het volgens mij nu wel kan zien. En daardoor lijkt er volgens mij een situatie te zijn ontstaan waardoor je niet meer gewoon in gesprek komt en waardoor ook alles één bal. Want alle dames en grap, die onderwerpen die je net noemde, dat is ontzettend grappig. Want ineens, gevoelsmatig lijken die nog met elkaar te maken te hebben ook. Terwijl dat totale onzin is. Ze hebben niks met elkaar te maken. En echt helemaal niks. En alleen
het grappige is, het voelt alsof, ja, inderdaad, dit en dit. Het voelt ook nog alsof het over, over hetzelfde gaat. Hè? Als mensen het hebben over democratie en vrijheid van meningsuiting, dan lijkt dat ook ineens te maken te hebben met seksuele vragen. En er zijn wel connectie, maar het heeft helemaal niks met elkaar te maken. Alleen, er zijn natuurlijk deels mensen die dit gewoon manipuleren, want dat is het verdienmodel. En niet alleen in geld verdienen, maar ook in stemmen verdienen. Maar dit zorgt ook dat er een soort quasi-discussie is, volgens mij, die er helemaal niet echt is. Want zodra je echt... Want het wordt even wat geschreeuwd deze week, en dan volgende week is er weer een nieuw worstje. Dus er is geen discussie. Dus als je niet uitkijkt, dan denk je dat het echt hopeloos is in de wereld. Want het gaat alleen maar hierover, en dan roept er iemand polarisatie, en dan ineens gaat iedereen roepen, ja, dat is ook polarisatie. En dan komen er ineens allemaal figuren die dit ook heel goed kunnen bespelen. En dan krijgen dus allemaal mensen die, waar ik me op een of andere manier ook mee verbonden voel. Omdat het ook gewoon ouwe hoeren zijn en ze niks kunnen. En dus als ik zo'n... Ik heb die Caroline van der Plas, die had ik nog nooit op tv gezien, maar alleen maar over gelezen. Maar laatst zag ik een filmpje op een Twitter. Nee, ik zit nu op Instagram voor mijn show. Ik zag een filmpje en dacht ik, oh. Dacht, ja, dat kunnen mensen nu. Dat werkt dus. Dus als je verder... Nee, ik ga niet haar nu afproberen te zeiken. Als je gewoon kan ouwe hoeren, zoals ik, ja, dan kom je een heel eind. Maar je komt echt een heel eind. Dus ja. In haar geval kom je echt een heel erg. En dat vind ik ook goed, want zij vertegenwoordigt ook een groep mensen. Want er zijn een heleboel van dat soort mensen, waaronder ik ook. Maar dus op dit moment in mijn hoofd gebeurt er iets dat ik dit. Dat ik zie dat dat gebied of het terrein van het circus wordt gewoon vergroot. Want dit wordt voor mij ook. Nou, laat ik het anders zeggen. Dus jouw analyse van die medialogica, dat het circusartiesten en clowns in een circus zijn. In mijn hoofd wordt het een allemaal uitdijend circus. En nu wordt zelfs de politiek onderdeel van het circus. En de daadwerkelijke journalistiek wordt onderdeel van het circus. Want zolang iedereen meedoet met die ballon die wordt opgeblazen, zeg maar. Als niemand dat doorprikt, die ballon, en iedereen zegt van nee, maar dat is wel, het is wel een zaak van het allergrootste belang. En iedereen bouwt eraan mee, dan wordt iedereen onderdeel van dat circus. Ja, en ik, maar dit is ook hoe ik in elkaar zit. Ik denk daar. Ik weet niet of ik dat. Misschien heb ik dat ook wel gedacht. Maar ik wil, ten eerste wil ik dit niet denken, maar ten tweede. Ik denk dat dit bijna positief. Ik vind het juist heel positief. Want ik merk dat. En dat komt echt heel erg door die show die ik eerst hier heb gedaan en nu ook in de hallen en door met mensen te praten. Ik merk dat de afstand tussen dat circus, om het maar zo na te noemen, en gewoon zo contact, die wordt steeds groter. En daardoor is het steeds makkelijker, eigenlijk merk ik, om tot elkaar te komen. Dus ik heb precies de omgekeerde ervaring. Want ik ga daar. Het maakt voor mij helemaal niet uit aan welke kant iemand staat, of mening, of weet ik van wat. Al die mensen hebben diep in hun hart door, dit is een circus. Niemand, ik denk niet dat er mensen, ja, los van de mensen, van de idioten, aan alle kanten zitten natuurlijk idioten die erin lijken te trappen, maar zelfs die, denk ik niet dat ze de meester ook niet in trapt. Maar de grote groep mensen, en nogmaals, het maakt niet uit of dat links of rechts of weet ik veel wat, is in al die discussies. Die weten heel goed wat echt contact is. En die weten ook heel goed wat het circus is. Alleen, je moet even de tijd hebben en de rust om dat met elkaar weer even zo te doen. Ja, maar goed, als je dan gaat nadenken aan de tijden van, ten tijde van de wereldoorlogen. Of bijvoorbeeld hoe dat in communistisch Rusland ging, of in China. Dan zeggen we heel snel van, oh, daar is staatspropaganda, of daar zit mediapropaganda aan de hand. En hier noem je het dan een circus. Maar wat is het? Ja, dat is toch eigenlijk hetzelfde of zo? Het is gewoon alles wat dat circus
brengt is entertainment door clowns. Maar het wordt gebracht als hele gewichtige journalistiek. Maar, dan is het toch propaganda. Hier wordt het volgens mij ingewikkeld. Want ik ben niet de deskundige, maar dat moet je nooit zeggen. Maar volgens mij is het zo dat de principes wel hetzelfde zijn. Maar de doelstellingen zijn echt... Dit vind ik zo'n valse... Ik vind een valse vergelijking. Want wat Poetin doet of wat Netanyahu doet... qua propaganda is fundamenteel anders... dan wat de Volkskrant doet. Alleen... Maar wat is het verschil? Precies, daar komt het probleem. Dat er iets niet klopt in het ding... en dat is volgens mij... wel een commentaar dat je erop kan... Kijk, ik denk dat mensen... en dat had ik toen ook toen ik hier zo mee bezig was... ik denk dat mensen volkomen terecht voelen... want de groep ontevredenen als ze daar al... ik denk dat mensen, en niet alleen de ontevredenen... heel goed voelen, er klopt hier iets niet. En dat is niet alleen bij mensen, maar er klopt overal is niet... Ik hoor niet tot een groepje die dingen geregeld kan... Dat dingen voor mij geregeld worden. Ik hoor niet tot dat groepje. Dat voelen mensen gewoon. Die hele toeslagenaffaire... dat was echt nooit... in mijn buurt was dat nooit gebeurd. Wij waren dat nooit... dat was niet in Amsterdam-Zuid gebeurd. Het was gewoon niet... gebeurd... als er toevallig wat zwarte mensen... of wat mensen met Arabische achternaam hadden gewoond. Maar dan nog... dan was de buurman advocaat... dus... mensen voelen, er is iets niet in de haak. En dat voelen ze ook met de media. Want journalisten, net als comedians en cabaretiers... doen altijd net alsof ze buiten de... en dat zit bijna in het beroep. Die beschrijven een probleem. Maar beschrijven het altijd alsof zij buiten het probleem staan. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want het gaat gewoon altijd over mensen. En zij zijn ook een mens. Dus als ze het hebben over corruptie... dan insinueren ze eigenlijk dat zij zelf niet corrupt zijn. Terwijl, er zijn genoeg journalisten die gewoon corrupt zijn. Alleen, ze heten niet Shell en het gaat niet om miljoenen... maar ze zijn net zo corrupt in allerlei dingen. Dus er zijn allerlei principes, volgens mij... die te vergelijken zijn met staatspropaganda of hele foute dingen. En ik gebruik dingen. Het woord ook... maar ik bedoel het ook niet zo zwaar als ik het zeg. Hè? Ik bedoel, net zoals jij zegt van... Het is wel zwaar. Je kunt het niet op één hoop... dit is volgens mij waar het fout gaat. Er gaan volgens mij twee dingen fout. Ten eerste gaat het fout door net te doen... als het principe in abstracte zin hetzelfde is... dat het ook hetzelfde is. Dat is echt niet zo. Denk ik. Ik heb helemaal niks met, weet ik veel, de Volkskrant noem ik nu, maar welke media dan ook. Maar dat ze suggereren dat zij vertellen hoe het zit, terwijl het ook allemaal gemanipuleerd is. Dat klopt, maar dat is heel wat anders dan Poetin, die gewoon een land binnenvalt en burgers doodmaakt. Tuurlijk, maar... maakt ook gebruik dit zijn gewoon de feiten. Ik bedoel het even coloriek als dat jij circus zegt. Hè? Dus als je zegt circus, dan weet je ook wel dat Matthijs van Nieuwkerk zich niet echt wit schminkt en rood is en zich smeert. Dat is een beeldspraak om het even coloriek uit te drukken. En ik zie een zekere... overlap met hoe dat werkt met propaganda. En ik gebruik het woord omdat ik... Laat me de overlap uitleggen. Dus op het moment dat alle inwoners van een land daadwerkelijk zien, zoals jij beweert, van maar in die medialogica wordt iets gezegd en dat is A, maar in mijn dagelijkse praktijk voel ik iets heel anders en dat is B, dan volgens mij drukken die inwoners van zo'n land allemaal op een eigen gekke manier iets uit, wat volgens mij evengoed geldt voor... heel veel inwoners van Rusland in tijden van het communisme. Van als ik daar mensen van hoor, die bijvoorbeeld in Oost-Duitsland in die tijd hebben gewoond, dan zeggen ze van het werd niet zo, de soep werd niet zo heet opgediend als dat die, of hoe gaat dat uitspraak? De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Mensen hadden heus wel door dat er iets niet in de haak was, maar je had het daar gewoon niet over. En dat gevoel beschrijf je dan gewoon voor mij. Ja, maar wacht even, er zit nog een ander ding. Want ik denk ten eerste dus dat die principes misschien hetzelfde zijn in abstracte zin, maar dat is niet. Maar er zit een ander ding en dat is nogal een belangrijk verschil.
bij Rusland zit er een idee achter. Ja, dat is waar. Er zit een idee achter. Wij gaan nu net doen alsof wij niet gewoon een land binnenvallen en in willen pikken en lukraak burgers doodmaken. En dat is wat ze doen. Dat is heel wat anders dan volstrekt incompetente organisaties en incompetente, talentloze mensen die net doen alsof het journalisten zijn en weten wat ze aan het doen zijn. Daar zit helemaal geen plan achter. Dus wat er ook aan bagger wordt geproduceerd door het circus, er is geen plan van, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan bagger over heel Nederland uitstorten. Zelfs als ze dat zouden willen, dat kunnen ze niet. Maar dat hier is echt anders. Dat is echt een groot verschil. Dit is heel mooi dat je dit zegt. Ja. Want ik ben het helemaal met je eens. Hè? Dus ik probeer ook. Ben je met me eens, want het is goud wat ik anders. Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, ik probeer ook erin te prikken, omdat ik benieuwd ben naar het antwoord. Dus het is niet dat ik daadwerkelijk zeg, het is staatspropaganda. Maar ik probeer het even. Zoals jij zegt, het is een circus, probeer ik even die hypothese uit om te zien wat er nou echt aan de hand is. Want het heeft overlap, maar het is ook anders. Nou, ik ben het eens met het verschil. Het circus levert op basis van complete incompetentie. Ze hebben geen idee. Ik noem de incompetentie, want dat vind ik ook leuk om dat te zeggen. Alleen het is het, want Rusland is ook niet echt competent. Alleen daar zit een idee achter. Ja. Nee, maar dat is echt anders. Hè. Propaganda. En ik haalde net Rusland aan. En daarmee bedoelde ik communistisch Rusland. Ook communistisch Rusland. Daar is een idee. En er is ook een groepje mensen die zegt, we gaan het zussen zo doen. Dat is helemaal niet aan de hand in Nederland. Dus dat is echt een ander ding. Het is niet zo dat de NPO opdracht geeft van, jongens, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan bagger maken. En wij gaan net doen alsof wij journalistiek bedrijven. Maar wij gaan de boel. Want wij kijken zo neer op onze kijkers. Dat we ze gewoon als debielen behandelen. Ja. En ze trappen er wel in. Dat zit misschien er wel ergens onder bij individuen. Maar dat is niet het plan. En dat is echt wat anders. Dat ze in Rusland, voor zover ik dat weet. Dat soort regimes gewoon besluiten van, hey, we hebben een probleem, want de mensen zien de wereld zoals die is in hun dagelijks leven en wij willen ze wat anders voorschotelen. Hoe gaan we dat regelen? Dat is wat anders. Dat is in Nederland echt niet aan de hand. En dit is ook volgens mij het probleem met complottheorie, dat mensen dan echt denken dat er een groepje mensen is die dat bedacht heeft en het ook nog kan uitvoeren. Ja. Maar zelfs als ze dat bedenken, ze kunnen het helemaal niet uitvoeren. Nee, ik ben het helemaal niet eens, want dat is ook wat ik altijd in stelling breng tegen die complottheorieën, is dat het juist gebrek aan samenwerking is en de incapabiliteit om vruchtbaar samen te werken, wat je ziet, en dat het dus een gebrek aan goede samenwerking is. Ja, maar ook als het niet incapabel, ze hebben niet een plan om links of rechts te zijn. Dat begint natuurlijk nu ook te komen. Fox News is niet Fox News, is een propagandazender. Nou, je hebt dat, geloof ik, dat Ongehoord Nederland. Dat vond ik ook heel goed dat er is, want dat vertegenwoordigt wat. Die maakt het ook niet uit. Die hebben echt wel een plan. Maar er is geen, voor zover ik weet, grote organisatie in Nederland met een enorm podium, of mediapodium, die dit doet. Terwijl je dit zegt, moet ik heel erg denken aan de na de Tweede Wereldoorlog was er die gedachte van dat nooit meer. En dat, daar komt heel veel uit voort. Dat is een nobel streven. En ik denk dat dat de basis legt voor een bepaald idee dat inderdaad, waarbij je dus inderdaad zegt van we gaan niet nog een keer in die valkuil trappen van dat ideologische. Alleen als het zich dan zo doorontwikkelt dat er een cirkel ontstaat van wat losgesneden is van moraliteit en wat zich gedraagt als een moreel kompas. En als dat bestaat uit allemaal mensen die stuk voor stuk misschien de beste intenties hebben, maar gewoon of geen talent hebben of incapabel zijn, of misschien ook gewoon machiavellistische doelen nastreven, dan kan die dwangneurotische gedachte van niet meer vervallen in ideologie
evengoed weer in een soort vacuüm hetzelfde veroorzaken. En zo, als je dit, nou, als, dit als, structuur, als verdediging... De structuur, de voorwaarden en de structuur worden geschapen of die maak je daardoor, dat klopt. Die zijn dan aanwezig. Nee, en dat, ik had daar niet over nagedacht, maar dat de structuur staat er al. Dus je hebt niet alleen die angst voor dat vervallen in die ideologieën met de meest gruwelijke consequenties, maar je hebt ook aan de andere kant je kunt links en rechts in het ravijn donderen, zeg maar, als een samenleving. En wat ik wel hoopvol vind aan jouw verhaal vandaag is dat je zegt van ja, als ik met mensen ga praten en als ik met mijn nieuwe voorstelling met de zaal ga praten of na afloop of in de voorbereiding, dan iedereen stuk voor stuk krijg ik gewoon hele hoopvolle, dan vind ik het interessant, want dan merk ik dat mensen dit gewoon zien en ook weten en dat er een soort voortschrijdend inzicht bestaat. Klopt dat? Ja, maar ik praat niet over dit soort dingen. Alleen mensen hebben in mijn ogen hebben heel goed door wanneer er echt contact is en wanneer het niet een geformateerde verbinding is, zou ik maar zeggen. En waar het allemaal echt over gaat. En dat gaat helemaal niet over al die andere dingen. Alleen het enge is dat het manipuleren van mensen in dat circus, dat wordt wel steeds geavanceerder. Dat geloof ik wel. En de stap naar geweld of naar bedreiging is ook steeds makkelijker. Hè? Want dat is ook in Nederland, dus dat is de andere kant ervan. Alleen, maar goed, dit is alleen maar uit mijn ervaring nu. Ik ga voor die show met mensen gewoon op straat praten. En dan merk ik, en dan vraag ik dus ook helemaal niet naar dit soort dingen. Dus ik heb het er ook helemaal niet over. Maar het grappige is dus dat omdat ik het over hele andere dingen heb die mij gewoon interesseren en ik heb een echt gesprek. Ik hoor soms pas na een half uur of zo. Er was een keer een man, daar had ik een geweldig gesprek mee. Over alles. En toen zei hij aan het eind van het gesprek, en daarom ben ik al 29 jaar Jehovah getuig. En ik was helemaal, het was heel grappig. Ik moest heel erg ook, niet lachen om uit, maar ik dacht, hè? En toen realiseerde ik me dat als hij dat een tv-programma of welk ander geformateerd ding had gezegd, oh, we moeten misschien een Jehovah-getuige hebben. Of een redacteur had gezegd, ik heb namelijk gevonden een Jehovah-getuige. En dan ga je met iemand praten als Jehovah-getuige. En mijn hoofd werkt ook zo, dat als hij was gaan zitten aan mijn tafel en had gezegd, voordat we beginnen, ik wil even zeggen, ik ben Jehovah-getuige. Hier is een brochure. Dan had ik niet hem een lul gevonden. Maar dan had ik een heel ander gesprek gehad. Maar omdat wij een helemaal open gesprek hadden, ja, ik vind het prima voor hem. Hij is een Jehovah-getuige. Ja, dat maakte voor. En op een of andere manier is dat niet wat we verleerd zijn, maar wat ik in ieder geval mezelf weer moet aanleren. Dat het gewoon, dat ik rare dingen moet doen, zoals gewoon op een pleintje achter een tafel gaan zitten en ook mijn show helemaal kapot slaan wat betreft theatrale dingen, om weer tot echt contact te komen. En dan merk ik dat iedereen daar net zo open voor staat en behoefte aan heeft als ik dat heb. Eigenlijk. Dus daarom ben ik eigenlijk heel hoopvol. Alleen dat ga ik nooit regelen door het te gaan hebben over de bagger die elke dag zogenaamd heel belangrijk is om te bespreken. Want dan krijg ik dat gesprek niet, want dan gaat iedereen naapen wat ze in een krant hebben gelezen, en ik ga naapen wat ik weer in een andere krant heb gelezen. Dus dan heb je een gesprek met elkaar wat een gesprek is van twee hele andere mensen die niet aan tafel zitten. Dus je merkt het eigenlijk op een heel andere level. Ja. Dus gewoon door contact te maken op een onbevangen manier. Inderdaad, daarom valt het jou ook op dat het mijn dwangneurotische neiging is om dit schoon te praten of deze noot te kraken. Want dat je gewoon denkt van, oh ja. Nou ja, nee, het is ook maar iets wat ik nu denk te zien. Want ik projecteer het nu op de hele bevolking. Maar ik heb nu op zoveel plekken met zoveel verschillende mensen contact gehad. En het enige wat het gewoon was gewoon zo contact hebben. En niet met die hele bagage van
Heb je dat er gisteren gehoord? Want dat interesseert mij niet. Dus daar begin ik helemaal niet over. En dan heb ik gewoon van mens tot mens contact. En ja, dat klinkt allemaal heel zalf te zijn. Maar daar heb ik in ieder geval heel veel. En daar merk ik ook aan dat je dan kom je misschien juist door dat hele circus toe veel sneller met elkaar tot allerlei leuke of grappige of mooie inzichten. Dat is eigenlijk wat ik nu voel. Dus wat ik interessant vind, wat je ook zegt volgens mij, is dat hoe meer het circus zichzelf opblaast, en met opblazen bedoel ik groter maken dan dat ze, zich groter maken dan ze zijn, of als een pauw met veren. Hoe meer het circus zich op die manier gedraagt, hoe groter die discrepantie wordt tussen hoe mensen hun realiteit, hun dagelijkse realiteit ervaren en wat daar wordt voorgesteld dat de realiteit is. En hoe beter dat is, want hoe groter dat voortschrijdend inzicht ook wordt en dat echte contact wat jij ook weer zoekt. Klopt dat? Ja, en ik denk ook dat ik altijd, want ik wist nooit ook waarom ik deconstrueerde, maar ik denk dat ik dat deed omdat ik wil proberen echt contact te hebben. Dus het maakt het voor mij eigenlijk makkelijker. En ik denk ook nog eens dat je ook misschien moet accepteren dat tv per definitie een circus is. Dus dat is sowieso een ballon. Ja. En dat daar meer lucht in zit misschien dan 5 jaar geleden kan. Daar weet ik te weinig van. Maar dat doet er. Het is sowieso een ballon. Dus als je echt contact zoekt, of als je echt iets wil weten, of als je echt iets onderzoekt, dan moet je niet elke avond de tv aanzetten. Want dan ga je niet zoveel. Het is niet een venster op de wereld. Dus het is niet zo dat als je de hele week tv kijkt, dat je dan weet waar mensen in Nederland het over hebben of wat er belangrijk is in de wereld. Dat is niet zo. Ja. En dat is niet de schuld van tv. Dat is gewoon omdat dat kan ook bijna niet, denk ik. Ja. Maar het maakt het nu, maar dat zeg ik, roep ik ook nu maar ik denk dat het klopt tot nu toe. Het zou verklaren waarom ik zo krankzinnig veel in korte tijd mooie gesprekken met mensen kan hebben. Dat is dan waarschijnlijk, het kan aan mij liggen en het kan aan die mensen liggen, maar het kan er ook aan liggen dat er enorme behoefte is aan, dat ook mensen voelen, oh, wacht even, we hebben nu gewoon echt contact. Hij wil echt wat van me weten. Ja, dat alleen al, weet je. Hij wil echt wat van me, dat iemand echt iets van je wil weten. En dat je, ik ben er echt van overtuigd, want dat dacht ik nog weer straks over Dit Was Nieuws. Wat mensen voelden bij Dit Was het Nieuws, is dat het geklooi onderling, dat niet gerepeteerd was. Dat was echt niet allemaal briljante grappen of ik, want dat doen mensen ook. Dat wordt soms ineens dat het allemaal zo heel grappig. Het was soms best heus grappig, denk ik. Maar wat ze vooral voelden, en voelden, maar niet woorden konden, maar wat mensen voelen, is dit is echt gebeurd. En het is inderdaad geknipt, maar het is niet voorgekookt. Ik denk dat iedereen precies voelt dat alles waar je ongeveer naar kijkt voorgekookte shit is. De tranen, lachen, is allemaal voorgekookte shit. Soms heb je ook helemaal, dat wil je ook niet de hele dag afvragen. Soms heb je ook gewoon zin in voorgekookte shit. Ja, dat is toch ook met eten. Ja. Ik vind een kroket ook hartstikke lekker. Nou, ik weet ook wel dat niet echt een, dat ook niet heel lang over nagedacht is wat ze er allemaal in zouden doen. Dus ik denk, maar ik denk dat ook dit enorm onderschat wordt, ook bij tv, van wat het oplevert als je gewoon gaat. Ik was laatst promotie doen voor mijn show. Toen was ik bij Sophie, vind ik hartstikke leuk, dus ik mocht bij Sophie in het programma. En toen wilde ze dat helemaal voorbereiden. Ik zei, ja, zij niet hoor, maar laten we dat nou niet hebben, want dat komt heus wel allemaal goed. Ja, maar wat ga je dan allemaal, kan ik toch wat vragen stellen? Ik zei, je kan wel vragen stellen, maar ik weet gewoon, dus ik weet ook helemaal niet meer wat ik dan gezegd heb en wat ik dan moet gaan herhalen. En ik was ook bij Max, die hadden op een gegeven moment, die hadden een plaatje van carnaval. Zei ze, ja, we hebben het plaatje van carnaval voorstaan. En ik wist helemaal niet. Ik dacht, waarom is nou een plaatje? Maar blijkbaar had ik iets gezegd, want ik heb een tijdje in Den Bosch in de verkadefabriek gezeten. Dan had ik iets verteld over carnaval, maar dat was ik helemaal vergeten. Dus
En uiteindelijk ging het gesprek, en ze zei, nou, het ging toch wel goed, het gesprek. Ja, ik praat, jij praat toch ook al, de meeste mensen praten hun hele leven. Het is toch een debiel idee dat je naar een tv-programma gaat voor een gesprek van 4 minuten. Ik heb iets te vertellen, anders vind ik dat niet in het programma komen. En jouw enige taak is dat uit mij te krijgen. Ja, hoe moeilijk wil je het maken? Dit kunnen we toch gewoon? Ik ga toch niet dan eerst vertellen hoe ik denk dat dit glas geblazen is? Want daar weet ik geen flikken van. Sorry. Ik wil trouwens nog wel wat drinken. Zou jij misschien je kan het ook halen. Of niet? Ja, nee, dat klopt. Dat kan. Ik wil zeker de flow Dan gaat opbreken. De flow eruit. Ja, dan kom ik nooit meer terug. Dat zou ook mooi zijn. Ben ik... Of heb je nou uit je... Nee, dat maakt helemaal niet uit. Jij kan luisteren en ondertussen kun je ook nadenken wat je wil vragen, of niet? Ja. Ja, ik zit altijd op 5 sporen tegelijk. Ik heb echt wel 4 of 5 of 8 vragen in mijn hoofd nog, die gewoon gaan de weg of zo. Dus voor mij is het een wandeling. Met een soort, ik zie, weet je wel, zoals je ook denkt van oké, we hebben Google Maps, maar ik heb het niet nodig. Want ik weet al hoe ik terugkom bij, weet je wel. Jij hebt wel een plan voor dit gesprek. Ik heb niet echt een plan. Voor mij is het heel intuïtief. Maar ik zie gewoon die mogelijkheden. Ik zie gewoon die paden. Ja, maar zie je die nu of zag je die al eerder? Want als je zegt ik heb Google Maps, dan heb je toch... Ja, je weet waar je heen wil. Meestal als ik ga wandelen, dan stap ik gewoon naar buiten. Dan weet ik nog niks. Dan heb ik nog helemaal geen verlangen. En buiten kijk ik, oh, ik kan daarheen. En dan, oh, we kunnen daarheen. Oh, we kunnen dit. Oké. En dat heb je nu ook. Of weet je al waar je heen wil? Ja, nee, dat, ik weet niet waar ik heen wil. Maar ik heb wel allerlei... Ik ben heel erg aan het nadenken van waar gaat ons gesprek nou over? Wat proberen we? Maar ik heb daar wel een idee wil je dat bij. Weten? Maar wil je dat weten? Waarom wil je dat eigenlijk weten? Ja, dus dat omdat ik toch... Het moet niet alle kanten op schieten, denk ik altijd. Dat soms is te veel vrijheid, dan vliegt het alle kanten op, wat ook... Maar volgens mij, ik denk steeds meer dat je pas later van dingen weet wat het eigenlijk is. Dus ik heb nu met bepaalde shows, dat ik pas op het eind van de show zelf, dankjewel. Dat ik denk, oh, hier ging het mij om. Maar dan, ik heb ook een avond gehad dat iemand naar mij toe kwam en wat zei. En toen dacht ik, oh, ik wist helemaal niet dat het daar vanavond over ging. En dus ik laat dat nu veel meer los. Ja, nee, dat klopt. Dus ik laat dat ook los. Maar je vraagt daarna wat er gebeurt. Dus dat is wat er gebeurt. Ik ben gewoon... er zijn een aantal mogelijkheden. Dus ik heb een aantal hele goede vrienden met wie ik echt lange wandelingen maak. Van 3, 4, 5 uur. En dan ook altijd aan het kletsen ben. En bijna altijd, zonder dat afgesproken wordt, heb je het gevoel dat er op een gegeven moment een bepaalde verdichting ontstaat. Zoals ook in een roman gebeurt of in een toneelstuk. Dat je denkt na 3 of 4 uur praten van wow, dit is toch iets wat ons allebei bezighoudt. En dus dat gaat naar iets toe. Dat wordt ook een magneet. En dat op die manier... Daar zitten wij nog niet. Nee. Maar, ik heb het gevoel van dat er dus meerdere... Dus we hebben het heel erg over dat circus. En jij zegt van... Weet je, waarom hebben we het hier eigenlijk over? Want dit voelt als oude koeien, als iets van 20 jaar geleden. Het is niet belangrijk, het zijn allemaal clowns en het is gewoon een circus. En daar ben ik helemaal... Die analyse deel ik. Tegelijkertijd zeg je ook... het functioneert op een bepaalde manier. En als ik met mensen ga praten... gewoon over hun werkelijkheidsbeleving... dan hebben die allemaal wel door... dat hoe zij de werkelijkheid ervaren... dat niet gerepresenteerd wordt door het circus. Impliciet, hè? Want ik heb niet eerst dit gezien. Ja. Impliciet, omdat ik het over hele andere dingen heb... die heel waardevol zijn. Ik parafraseer het vrij. Goed, ik probeer het in mijn eigen woorden te vertalen hoe ik het hoor. Ja, oké, prima. En dan zeg ik, als een soort advocaat van de duivel... van, oké, maar dan noemen we het wel een circus... maar is dit niet precies ook hoe propaganda werkt? Dan zeg je nee, integendeel... Propaganda komt vanuit een plan, top-down, van bovenaf naar beneden. Dit is ontstaan door een
in een pluriforme samenleving door allerlei verschillende actoren in een soort drukte van je welste. Met allerlei verschillende actoren en wat de grote gemene deler is van dit circus en waarom het niet functioneert en waarom mensen zich daar niet in herkennen. Dat heeft veel meer te maken met amateurisme, met prutsers, met mensen die met geld bezig zijn, met andere belangen. In een soort, en dat is helemaal niet top-down. Dat is gewoon uit dat gekriool ontstaat er gewoon iets wat niet meer in staat is om, hoewel het wel pretendeert de werkelijkheid te duiden, doet het dat niet meer. Oké, dat is drie. En dan gaan we nu, zijn we eigenlijk grappig genoeg in het Slimbia, zeg ik. In het laatste, waar we nu terechtkomen, vind ik interessant. En nu denk ik, dus voor mij vindt er wel die verdieping van die wandeling plaats. Want nu maak je je toch weer opnieuw druk over, druk, je maakt je niet druk, zo wil ik het niet noemen, maar nu zijn we eigenlijk grappig genoeg weer terug bij het begin, waarbij het dus wel belangrijk is hoe, en dan denk ik, er zit toch ergens of een blinde vlek, of niet, of er is daadwerkelijk iets wat bij jou ook nog niet boven de tafel is, van wat je nou echt belangrijk hieraan vindt en wat er niet belangrijk aan vindt. Is het circus nou een probleem? Is het nou een probleem dat het circus zich als circus gedraagt en dat de mensen zich daar niet meer in herkennen? Of is het gewoon prima en kunnen we erover glimlachen en gaat het gewoon over dat contact? Of wat is nou, hoe zit het nou precies? En daar ben ik dan toch nieuwsgierig naar. Dat begrijp ik. Nee, maar nu begrijp ik. Ja, en sorry. Dat is nu, daar probeer ik de lens op in te zoomen. Snap je? Of scherp te stellen. Heel slim. Als ik dit allemaal op een rijtje zet. Dit klopt helemaal. Dit klopt. Dit heb je heel slim. Volgens mij, hoe zeg ik daar? Hoe zeg ik dit nou? Kijk, je zegt het ook precies goed, dus ik ga niet je samenvatting nu weer proberen samenvatten en het weer moeilijk te maken. Je zegt het precies goed. Voor mij, dat circus zelf, dat heb ik al zou ik zeggen geaccepteerd. Ik moet niet met mijn handen op tafel, dat is slecht voor het geluid. weet ik toevallig van mijn gesprekken met die mensen. Het circus zelf accepteer ik, alleen het is wel, het is ten eerste, zou ik maar zeggen, gewoon qua mijn voor mij, als je zegt, wat is er voor jou dan vervelend? Voor mij is het zelf vervelend om een manier te vinden, om toch een podium te vinden wat niet dat circus is. Want als je niet meedoet aan het circus, ja, dat is prima, maar dan doe je ook niet mee. Ja. Dan doe je gewoon niet mee. Dus ik heb geen zin om eraan mee te doen. Nou, dat is prima. Dat interesseert niemand wat voor mij. Want voor mij zijn er 10 andere clowns. Met al die clowns is natuurlijk, het is niet zo, welke clown er ook ooit was. Het is niet zo dat toen hij overleed of eruit werd gegooid vanwege andere dingen, dat dan ineens, dat er geen clowns zijn. Nee, dat de tv zei, ja, sorry, tussen 7 en 8 is er nu even niks. Want de clowns zijn op, er zijn geen clowns. Dat is helemaal niet zo. Ik zou zo graag ook een onderzoek, dat ze gewoon een drol met een vlag erin, omgekeerd of niet, om tussen 7 en 8 laten. Ik weet zeker dat er kijkcijfers zijn. Maar in ieder geval, dus dan doe je gewoon niet mee. Dus dat is ingewikkeld. Dus helemaal zeggen, ik doe niet mee. Dat is best, dat vind ik zelf, dat is qua, als je een clown bent, zoals ik, dan is dat best ingewikkeld. Want ja, dan ben je een clown, dan loop je gewoon rond. Dat is één. Maar dat is een persoonlijk, dat is meer een werkding. Het andere ding is, en dat is veel belangrijker volgens mij, misschien is dat wat je bedoelt, dat zit niet de. Ik moet in ieder geval mezelf manieren zoeken, en die heb ik nu eindelijk gevonden, denk ik, met dat project wat ik aan het doen ben. Dat circus, en dit is eigenlijk, kijk, op een of andere manier zorgt dat circus ook, maar niet alleen circus. Volgens mij, want daarom vind ik ook media, ik vind het ook een te beperkt om het alleen maar over media te hebben. Volgens mij hebben wij met z'n allen een soort iets bedacht, waardoor we niet in staat zijn om wat eigenlijk de bedoeling is ook te gaan doen. Dus er is een bedoeling, in elk ding is een bedoeling, maar het is nog niet begonnen. Of iedereen gaat individueel al zijn dingetje doen en zijn eigen plannen volgen of doen wat hij denkt dat de baas goed vindt. En er is dus geen
wat volgens mij vroeger algemeen belang. Ik ben niet van vroeger was alles beter, maar vroeger was er volgens mij wel een idee. Nee, je hebt ook nog een algemeen belang. Het algemeen belang, dat is de bedoeling. Dus het is wel. Ik begrijp wel dat jij nu denkt, ik ga nu heel snel het hele bos kapot hakken en al dat hout in de fik steken. Maar dat is niet goed, want die mensen die daar wonen, die staan dan ook in de fik. Dat idee is volgens mij helemaal, dat is politiek. Maar dat is ook gewoon, als je solidariteit zegt, dan ben je meteen een marxist of wat je dan bent. Maar dus dat idee zeg, maar dat wordt versterkt door al die ruis die veroorzaakt wordt, waardoor je komt de hele tijd maar niet tot de essentie. Dus alleen al gewoon in een gesprek komen met elkaar over. Ik heb dit met optreden ook wel eens. Ik had het in de hal, toen had ik het over. Wat was het nou? LHBTQ plus. En ik legde het heel erg uit van wat. Het was echt geen rare opmerking. Maar goed, dat is ook weer moeilijk, want iemand die zegt dat hij wel een rare opmerking maakt. Ik weet niet eens wat. Oh, ik zei het, ik vind het beledigend. Ik vind alleen al mensen met een bepaalde seksuele voorkeur, die in een woord zitten als gewoon een letter. Daar gaat het voor mij af. Daar gaat het toch al fout. Je bent toch niet een letter. Ik vind het echt. Dat is toch al. Dan begin, als ik mezelf moet definiëren van een letter die een afkorting is van iets wat ook weer een af. Ja. Nou, toen was er iemand die nam Daal aanstoot aan. Ik zei, ja, dit kan je niet zomaar zeggen. Ik zei, hé? En toen merkte ik dus hoe moeilijk het is, want op zo'n moment, ik sta ook op een podium en iedereen gaat eigenlijk diegene half uitlachen. Hè, want die heeft helemaal iets van, ja, je begrijpt er geen zak van. Dus, en ik denk ook, ja, ik moet ook. Ik kan niet nu even aan iemand toelopen en zeggen, nee, maar ik zeg dus dit en ik zeg dat, want dan ben ik een kwartier verder. En dan wordt het een heel raar ding voor één iemand, terwijl een mens zitten. En dus op een of andere manier, zelfs dan, als ik denk dat ik het heel helder vertel en ik heb de microfoon en ik kan alles doen, is het heel moeilijk in de buurt te blijven van wat de bedoeling is. Want de bedoeling is ook dat mensen een leuke avond hebben en dat het lach is. Nou, volgens mij, ik weet niet hoe ik dit nog recht breid, maar hebben we met elkaar een wereld gemaakt waarin alles alleen maar over meetbare dingen gaat en alleen maar gaat over van dit is het format en zo gaan we doen en hoe kan het zo snel mogelijk. En daar past dat hele mediaverhaal eigenlijk in. Dus de vraag is helemaal niet, hoe kunnen we, dit is een interessant onderwerp, hoe gaan we dit uitdiepen? De vraag is, hoe kunnen we dit zo snel mogelijk maken? Hoe zorgen dat binnen het budget blijft? Wat ga je in aflevering 1 vertellen? En wat ga je uiteindelijk na 8 afleveringen vertellen? Dit is hoe tv, radio, kranten, alles gemaakt wordt. Het wordt allemaal. Het is niet. Of, er zijn natuurlijk makers die dit anders doen, maar dat zijn de uitzonderingen. Want alles wat ik zeg heeft de uitzondering. Maar dat zijn de uitzonderingen. Volgens mij hebben we zo'n wereld met elkaar gemaakt, waarin het dus steeds moeilijker is om zo'n gesprek als dit. Ik bedoel, het is niet voor niets dat we dat hier hebben en dat het op YouTube is en weet ik veel wat. Zo'n gesprek als dit, even los van of het een goed of een slecht gesprek is, zo'n vorm waarin je begint maar nog niet weet waar het eindigt, dat kan helemaal niet. Dat proberen kunstenaars doen. Dan is het meteen kunst. Ja, dat zijn allemaal. Ja. ik vind het ook een wonder dat ineens iets is wat subversief of vrij of kunst of artistiek is. Ja, inderdaad. Het is belachelijk. Want dit is gewoon. Er is zo weinig vrij of open. Het is allemaal zo dichtgetimmerd dat er een hele nieuwe subcultuur ontstaat van mensen die gewoon oeverloze gesprekken filmen en dat online zetten als iets. En dat is precies. En als je weer de andere kant, dan. Want dat betekent weer niet dat het dan ook goed is. Dus dat is ook weer. Dan wordt dat ineens. Maar dus. Nou, ik merk wel. Ja, sorry. Nee, ik kwam erop omdat jij zei. Van wat is nou. Kijk, voor mij. Maar dan, dat is dan mijn persoonlijk ding. Voor mij gaat dit allemaal over. Want ik heb natuurlijk ook afgevraagd waarom. Fascineert me dit zelf, ben ik zo mee bezig. Voor mij gaat het allemaal over echt contact. En voor mij zorgen al deze dingen
ook het mediacircus, maar ook alle andere ruiscircussen, zorgen dat het steeds moeilijker is om contact te hebben. Want als degene waar ik mee praat vol zit met de bagger die over hem of haar is heen gestort, niet alleen via media, maar ook via je werk, waarin het ook de hele tijd over. Dus je hebt niet eens de tijd voor dit soort dingen. Dan moet ik eerst door een heleboel bagger heen waden voordat wij dit gesprek hebben. Dus. Want jij zei, we komen eigenlijk weer terug bij het begin. Voor mij zorgt dat circus voor ruis. En die ruis zorgt dat we het de hele dag hebben over waar we het niet over moeten. Of wat eigenlijk helemaal niet van belang is. Iedereen weet wat wel van belang is, maar op een of andere manier heb je dat gesprek, kun je niet met elkaar hebben. En dat moet niet een letterlijk gesprek zijn over liefde of verdriet of alles. Want dat lijkt me ook heel saai. Alleen, je komt volgens mij door al deze ellende steeds moeilijker tot elkaar. Omdat je eerst door alle krantenkoppen heen. Ik heb echt. Vroeger had ik dat echt met mensen die gingen ineens zeggen: heb je dat gelezen? Zeg? En dan moet je dus eerst zeggen: ja, nee, ik heb niet gelezen. En het interesseert me. Het interesseert je niet? In Urk is. Ik ben niet in Urk. Wat kan mij het schelen wat er in Urk is gebeurd? Ja, als je in een televisieprogramma zit. Waarvan het format is dat je reageert op krantenkoppen. Dan verbaast het me niets dat mensen bij jou. Dat is ook raar. En stom is ook. Dus ik heb dit daarom. Ik heb mijn hele leven. Dus daarom. Dus ik heb. Dus het is ook niet dat het niet belangrijk is. Alleen. Dus ik weet ook hoe het is om dat wel heel belangrijk. Ik heb ook echt heel lang natuurlijk gedacht. Dat ik dat allemaal moest lezen. Het is ook niet van dat het niet. Hoe zeg ik dat nou? Het is ook niet dat ik daar nu spijt van heb. Jezus, wat was ik dan een sukkel. Nu ben ik door. Dat is helemaal niet waar. Alleen, het is voor het gewone. Dat is het eigenlijk. Het is voor gewoon het gesprek niet interessant. Dat is het eigenlijk. Het is. De afgelopen dagen kwam ik op het spoor van weer een podcast die ik nog helemaal nooit had gehoord. En in één keer was ik heel erg vanwege een bepaalde video daar heel erg geïnteresseerd. En het is een man en een vrouw. Die zijn allebei volgens mij professor of dokter. In ieder geval heel erg in die journalist. In die wereld van de wetenschap. En net in de auto zat ik dat ook weer te luisteren. En dat meisje, die heel geëngageerd is. En wat ik mooi vind, is dat zij ook heel erg op dit spoor zit, wat jij ook zegt. Van dat zij door die podcast in één keer in staat zijn om met heel veel mensen contact te maken. En dat is wat mij ook heel erg inspireert. En zij zijn ook best wel idealistisch volgens mij in dat daarin. Van oh ja, op die manier kunnen we met allerlei mensen over heel de wereld ook vanuit die wetenschappelijke wereld dat aan elkaar verbinden. En wat heel mooi was, vond ik dat ze op een gegeven moment zei van ja, dan ga je naar de universiteit en dan heb je een beeld dat daar dan die plek is waar ineens iedereen bezig is met het. Met zingeving en het ascetische en het denken en het uitdenken van die grote ideeën van de wereld. En dan kom je daar en dan is het eigenlijk ook gewoon een supermarkt. Ja. Ik parafraseer het even. Ja, klopt, maar zo is dat gevoel, beschreef zij. Ja. Dat is het, denk ik. Hier zit, denk ik, ook mijn antwoord op jouw vraag die jij bij herhaling stelt. Ja. Van dat is inderdaad ook wat ik als jij dan. Als ik 18 ben en ik ben dit was het nieuws aan het kijken en ik zie jullie daar. Tieren en ratelen over allerlei onderwerpen, dan zie ik daar wel even die glimp van die echte zoektocht. En dat is wat ik ook in haar dan zie, even die van zij komt met die verwachting, ook als een jong meisje in die universiteit, en ze denkt, ik ga allemaal mensen zoals ik vinden die nieuwsgierig zijn in die grote ideeën van de wereld en dat willen uitdenken. En zij raakt daar gedesillusioneerd van. En even weer een decennia later is ze die podcast aan het maken en komt ze op een bepaalde manier ook in verbinding met die dingen. Maar ik denk dat deze teleurstelling, deze teleurstelling, en daarom heeft het voor mij, daarom zei ik van 20 jaar geleden circus, die is overal, die heb je overal. Dus die heb je niet, die is niet alleen bij media. Overal, en dat noem ik dan maar, we slagen dan maar niet in de buurt van de bedoeling te blijven. Overal kom je. Dus ook in het echte circus. Ja, en ook in een echte supermarkt. Ja, en denk je ook, ja, wat is nou eigenlijk de bedoeling? En de hele tijd is. De bedoeling lijkt dus om jou te helpen of jouw brein verder te krijgen. Maar ook op universiteit.
Dan zijn er natuurlijk ook professoren die echt proberen jou echt aan het denken te krijgen. Maar voor een deel is het ook gewoon, je moet gewoon uit je kop leren en veel plezier verder. Dus dat zijn ook gewoon, dus de hele tijd gaat het niet over wat de bedoeling is. Het theater pretendeert ook moeilijke nieuwe dingen op tafel te krijgen of te onderzoeken of mensen aan denken te zetten. Terwijl, ja, er zitten vaak gewoon marketingdirecteuren die gewoon doen waar ze goed in zijn, namelijk marketing. Dus die zoeken gewoon de beste acts uit die goed verkopen en die plempen ze in de dingen. Maar die gaan echt niet aan een jonge theatermaker die nog enorm in de war is, zeggen, doe jij eens even 2 avonden hier. Dat gebeurt gewoon niet. Dus de hele tijd word je geconfronteerd met situaties waarin het niet gaat over de hele toeslagenaffaire. Doen mensen net alsof er 3 sadisten zijn in Nederland die dat bedacht hebben. Dit weten 100 of 1000 mensen. En al die mensen, blijkbaar in dat hele radarwerk, voelen niet de behoefte of worden daarvoor afgestraft om dat een keer echt te gaan regelen. Terwijl de bedoeling van het hele wat ze nu willen doen is heel helder. Je moet al die mensen die besodemieterd hebt, moet je gaan proberen in ieder geval een deel van hun leven terug te geven. Dat kunnen we niet eens. Terwijl het zogenaamd iedereen erover eens is. Dat kunnen we helemaal niet. Dus volgens mij is een ander ding wat ik steeds zeg. Wij kunnen gewoon heel veel niet. Dat het zo goed gaat is een godswonder. Kijk gewoon naar je eigen leven. En naar dat van je broer en van je zus en van je buren. We kunnen helemaal, dat wij hier zitten en dat dit opgenomen wordt. En dat jij dit gaat knippen of dit. Het is allemaal al een wonder. Maar dit is een heel andere zijding. Maar dat moet ik toch even gezegd hebben. En volgens mij wat jij terecht voelt. En wat ik ook voelde bij Dit Was Nieuws. Was voor mij gewoon. Ik heb mij nooit gerealiseerd. Dat is mijn enige talent is volgens mij. Dat ik het talent mis om me te realiseren dat allemaal mensen kijken. Dus ik dacht echt, nou, mijn moeder kijkt. Ik vind het idee dat jij, ik heb dat laatst veel vaker dat mensen dan naar me toe komen. Ja, kijk al, dat kan ik helemaal niet, dat zit helemaal niet in mijn hoofd. Maar dat is mijn mazzel, want als ik echt had bedacht dat de mensen echt gaan zitten kijken, ja, dan was ik denk helemaal in de war geraakt, denk ik. Ja, ik heb vandaag tijdens ons gesprek al meerdere keren die scène in mijn hoofd gehad van de Truman Show. Dat Truman dan op een gegeven moment zo uit zijn raam kijkt en dan gaat voorspellen welke auto er voorbij komt. En dat is zeg maar dat je op een gegeven moment daar oog voor krijgt. Van, dat hij dan op een gegeven moment ziet van ik word bedonderd. Ik zit in een... Ah, grappig. Ja, in ja, een ja, koepel. Ja. En dus... En daar... Ja, dus dat is dat... Wat ik dan net ook citeer van dat meisje die dan zo ook dat gevoel heeft van ik had met de maar verwachting. Maar zich dan ja, maar ja, dat heeft dus met verwachting te maken. En want jij zit ook nu bedonderd, want ergens voel jij het heeft ook te maken met een soort idealisme of niet? Of is dat te groot woord? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik zie mezelf niet als een idealist, maar ook ik denk dat ik hetzelfde zoek in contact. Ja, maar blijkbaar heb je wel een verwachting waarin je teleurgesteld bent geraakt. Ja, omdat ik dus ook, denk ik, die echtheid zoek. Dus ik noem dat echtheid. Dat het een raar woord is, want iets wat heid achter staat beschrijft een eigenschap van iets. Dus echtheid is een soort van... Ja, kan je dat nog eens? Ja, hoe zeg je dat? Dus als ik zeg van, ik ben altijd op zoek naar echtheid, er zit al iets neps in. Omdat, ja. Omdat je dus een soort van in dat Droste-effect, omdat je de... Ja. Als het echt is, dan ja, waarom zou je dat extra benadrukken of zo? Dus maar in ieder geval dus dat soort van spontane, oprechte contact, wat gewoon ontstaat en waar niet conceptueel over is nagedacht, wat geen bedoeling heeft, waar geen marktwerking overheen zit, wat gewoon los van al die belangen is, dat is eigenlijk wat ik altijd zoek in kunst, in kunstenaars, in cultuur, in televisie. Maar dat had je altijd, of niet? Ik denk dat ik dat op jonge leeftijd al had, ja. Ik weet wel dat ik ooit hoorde dat die cabaretier, er was een cabaretier, van een hele oude stempel, even kijken, Fons Jansen, die had als grap van, en dan had hij een grap en dan kreeg je applaus en dan zei hij, ah, daar zitten de klapstoelen. En dan de zaal helemaal bulderen van het lachen, want dat was een woordspeling, klapstoelen, klapstoel, hahaha. En dat was dus een bedachte grap. Dat was zijn spontaniteit, dat had hij drie mensen ingehuurd om elke avond op datzelfde moment te klappen. En dan kon hij die grap maken en dan ging die zaal bulderen. Toen ik dat hoorde, dan dacht ik van ja, maar dat is toch helemaal niet leuk.
Dat, ik vond dat gewoon niet leuk. Maar ik, dan raak je, dan dat is natuurlijk heel... Dit principe is overal. Ja, dus dat, dit is iets. Dit weet ik van toen ik 14 of 15 was. Was het een ergernis. Dus dit zit er diep in dat ik dus niet op die manier bedonderd wil worden. Maar dan word jij de hele dag teleurgesteld. Want als jij bij de bakker naar binnen loopt. Dan is daar een aanbieding. Of ze zeggen: hey, goedemorgen, leuk om je te zien. De hele dag doen mensen dit. Ja. Maar de hele dag zijn er klapstoelen. Maar ook de hele dag door zijn er mogelijkheden om daaraan te ontsnappen. Dat is wat je ook zegt als je gewoon op straat gaat praten met allerlei mensen. Dan, ja, of het doorbreken. Want daar heb ik wel eens over nagedacht. De enige manier, want ik ga altijd rare vragen stellen of dingen bij mensen. Of raar, dat doe ik eigenlijk alleen om deze afspraak te doorbreken. Dus door niet het gewone te doen, kunnen mensen niet hun gewone kunstje doen. Ja. Dus dat vind ik zelf zo vervelend. Dat je zelf altijd actief moet zorgen dat de ander niet zijn repertoire kan. Dus je moet bij Fons Jansen, daar zou je dan op een gegeven moment, daar zou je dan elke avond een kaartje moeten kopen. En zodra die mensen gaan klappen, moet je ze, of je moet vlak daarvoor ze uit de zaal gooien of bij ze gaan zitten. Of op een heel ander moment gaan klappen. Dat is eigenlijk wat je de hele dag moet doen. Of roepen, die zei dat er gisteren ook. Precies, alleen dit is wat we elkaar de hele tijd... Dit vind ik dus zelf zo fascinerend. Net als jij blijkbaar. Dat dit doe je zelf natuurlijk ook. Ik doe dit ook. Jij hebt ongetwijfeld nu ook dingen gezegd of gedaan... die jij in eerdere gesprekken met mensen ook hebt gedaan. Niet trucs, maar dat zijn natuurlijk... Want je leert jezelf volgens mij toch onbewust of bewust trucs aan. Ik heb dat zeker gedaan. Ik denk dat het... Ik denk zelf dat het daartegen vechten... Dat, misschien is dat wel het verschil dat ik nu denk... van ja, ik kan dat wel de hele tijd gaan roepen... maar ik roep het ook tegen mezelf. Eigenlijk. Dus we doen dit gewoon als mensen... om sociale redenen of wat voor redenen ook. Alleen... En misschien zit daar wel nog meer wat ik net zei over echt contact. We willen niets liever dan dat dat niet hoeft. Alleen je doet het gewoon automatisch. Ja, ik heb bijvoorbeeld... Ik heb nu af en toe in die show die ik doe, moet ik gewoon nadenken. Gewoon omdat ik niet precies... Ik weet niet wat ik precies... Dan moet ik gewoon nadenken. Ben ik gewoon stil. Maar... Dat is niet een truc of zo. Ik ben gewoon, soms ben ik heel lang stil, soms ben ik helemaal niet stil. En ik heb maar van twee mensen gehoord dat ze zeiden van... Jezus, dat is zeker voor jou ook heel spannend. Denk je dan ook bij jezelf? Kan ik nog langer stil zijn? Dan zeg ik, hoe kan je dit niet herkennen? Er was een vriend van mij. Ik zei, hoe kan je dit niet herkennen? Ik ben gewoon aan het nadenken. Ik ben helemaal niet bezig met een plan of een dramatisch item of een regieaanwijzing of weet ik wat. Ik moet gewoon even nadenken. Maar het is. En toen dacht ik het veel later, maar toen waren die shows afgelopen. Want ik wilde het hier eigenlijk over gaan hebben. Maar dat ga ik misschien de volgende keer wel doen. Dat ik af en toe stil ben en na moet denken. Dat is eigenlijk volstrekt normaal. Alleen ineens word ik abnormaal, omdat iedereen de hele dag maar doortettert. Dus ik zou gewoon tegen mensen zoals ik moeten zeggen: hey, haal gewoon even je bek. Haal gewoon even je bek en denk even na, want je zit alleen maar door te tetteren. Maar op een manier vinden we dat normaal. Wij vinden het normaal als wij in elk gesprek, of dat nou en dat is niet alleen maar op tv, maar is overal, vinden we het normaal als je maar de hele dag doortettert. Gewoon. En ik kan dat toevallig ook, niet heel goed, maar ik kan nu nog 6 uur doorlullen. En als jij stil bent, ik praat gewoon door. Dan kan ik echt, hoef je niet te monteren, ik praat gewoon door. Alleen, het is een linker uitspraak, want dan ga je het doen ook. Maar, dus er zijn een heleboel dingen die wij gewoon als mens doen, maar we herkennen dus ook niet meer bij elkaar... wat er eigenlijk dan aan de hand is. Want mensen denken ook dus meteen dat het een truc is. Dat had ik met dat stil. Dus jouw zoektocht naar van wat is echt en niet... is ook nog eens het ingewikkeld. Dat je ook los te maken hebt met mensen of situaties... waarvan jij denkt dat je ze herkent.
Maar je, dat weet je helemaal niet. Er was, ik heb op een gegeven moment een fragment instart van die mensen met een iPad. Er was een meisje kent van vroeger, die zei, ja, ik vind het wel stom dat je zo alles vertelt, van dat je dat gewoon, je kijkt wel wat je doet, maar dan ga je ze op zo'n iPad drukken. Ja, ik weet ook wel, dat is gewoon de technicus. Ik zei, nou, dat is niet de technicus. Zeg, je drukt toch op de knopje en dan ineens halen die fragmenten op. Ik zeg, ja, omdat die fragmenten klaar zijn. Maar ze, dus, begrijp je? Wij zijn allemaal, dus jij zegt, ik ben een professionele kijker, ik doorzie het. Maar, en dat vind ik vooral, dat is altijd een discussie die ik met comedians heb. Als ik mijn trucje heel goed kan. Dus ik ben een Matthijs van Nieuwkerk. Ik kan mijn trucje heel goed. Dan weet jij dat helemaal niet. Of ik dan oprecht enthousiast ben over een boek of niet. En ik weet ook helemaal niet of dat dan immoreel is of fout. Of het is niet echt. Maar als jij erin trapt. Als jouw gevoel echt is, dus dat bedoel ik met zo'n film. Je gaat naar een film en je moet huilen aan het einde. Oh, het is zo'n prachtig verhaal. Het heeft me diep geraakt. En alles is fake. Het is helemaal niet waar, het hele verhaal. Alle acteurs. Nou, de hele opzet is sowieso fake. Ja, wat boeit het dan? Ja, ik denk dat dat ook is wat ik bedoel als ik zeg dat zelfs zo'n woord echtheid iets onechts heeft. Ja. Dat het gewoon, je ziet gewoon dat het laatste poppetje van zo'n matrushka pop gewoon. Ja, en daarna is er niks meer. Waar was hij nou op zoek? Dus dat toch niet, er zit niet een muntje in of zo. Dus het is gewoon klaar. Maar ik denk dus wel dat er. Nee, maar en dat is dus de andere kant er meteen weer van. Ik denk dus dat uiteindelijk echt contact. Je voelt wel, ik heb echt. En dat heb ik zeker in de laatste maanden. Daar ben ik ook zo'n moeder van, denk ik. Heb ik zoveel echte momenten waar ik echt contact met mensen had, zonder dat we zulke abstracte gesprekken hadden. Maar iedereen voelde, ja, maar de emoties die ik had op het podium en de emoties die mensen achteraf hadden, die waren helemaal echt. En dat is wel echt. Ja. Alleen zodra ik de volgende dag dat ga proberen te beschrijven, of ga proberen weer zo'n moment te creëren, en dat er dan achteraf weer iemand naar me toe komt, dan is het kapot. En, ja. Maar dit is volgens mij echt een menselijk probleem, dat je op een of andere manier al wil. Het is, laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik vind het in ieder geval heel ingewikkeld dat als er zoiets gebeurt, dan wil ik dat zo'n bijzonder moment nog een keer. Wij hebben toen die avond een hartstikke mooi gesprek gehad. Als wij elkaar dan een dag later weer tegenkomen, of ik kom iemand anders te, dan wil ik toch ook zo'n avond hebben. Ja. En dan ga ik toch onbewust dingetjes inzetten die ik die avond daarvoor ook, wat er helemaal nergens op slaat, want het is helemaal een andere avond en het is iemand anders. Ja. Maar dat wil je toch. Dat is toch wat mensen volgens mij doen. Misschien moet ik want deze vraag brandt ook al op mijn lippen de hele tijd. Van, misschien moet ik tot slot nog even proberen te, na alles wat is gezegd. Ja. Ik heb geen idee wat we allemaal hebben gezegd. Maar. Nee, maar er zijn verschillende dingen die gezegd zijn. Ja. Maar na alles wat is gezegd ben ik heel erg benieuwd. Hoe zou jij nou dat circus definiëren? En hoe zou je nou de clown daarin definiëren? Dat zijn twee begrippen die veel voorbij zijn gekomen. Maar we hebben ook op allerlei manieren die begrippen gebruikt. Maar na wat we vandaag hebben opgebouwd, hoe zou je zeggen van, nou, dit is waar ik het over heb als ik het over het circus heb. En dit is wat ik bedoel als ik clown zeg. Maar zeg je dat zodat je een zodat het een beter verhaal wordt? Of nee, ik ben gewoon benieuwd wat er onder dat circus valt. Ik denk ineens, in mijn hoofd is ongeveer nu alles het circus geworden namelijk. Ja, oh, dus dat is goed. Ja. Ik ben dan benieuwd wat jij zou zeggen als jij. Dus in mijn hoofd, ik denk bij jouw beschrijving van, ja, maar je beschrijft gewoon de hele werkelijkheid met het circus. En met een soort bedoeling. En je zoekt naar die scheurtjes en barstjes waar die bedoeling even ontbreekt. Ja. Maar ik weet niet hoe je het zelf zou. Even goed nadenken hoor. Ik vind dat zo moeilijk om. In mijn hoofd zijn dingen dan wel helder, maar niet in woorden. Dus je ziet wel meteen een beeld. Ja, ik denk dat ik het weet, maar daarom ben ik altijd jaloers op intelligente mensen. Want die hebben en de. Die kunnen dan ook zeggen: oh, dan moet je dit aan dit plakken. En dat kan ik allemaal niet. Um,
een of andere manier moet ik heel erg denken. Mijn vader gebruikte vaak het woord dehumanisering. Is mijn horloge. Het is eigenlijk, circus zou dan zijn een soort, een systeem vind ik dan maar een soort, ja toch systeem, wat mensen onbewust met elkaar creëren. Er zijn mensen die het bewust manipuleren, maar mensen maken onbewust met elkaar een constellatie of een systeem, waarin iedereen zich volgens bepaalde gedehumaniseerde wetmatigheden gaat gedragen. En ik zeg gedehumaniseerd omdat ik het altijd mooi vind dat mijn vader het, omdat ik omdat eigenlijk, laat ik dat even als, nee, ik moet het eerst afmaken. Want ik moet, gaan ze volgens gedehumaniseerde manieren gedragen. Waarbij iedereen individueel een goed of slecht excuus voor zichzelf heeft. Een excuus voor zichzelf heeft waarom hij of zij dat op die manier doet. Maar als geheel is er een heleboel lucht en opwinding en weet ik veel wat, als het echt circus is. Maar is de afstand tussen wat eigenlijk de bedoeling was van wat je ging doen en wat er ineens aan de achterkant van het systeem uitkomt, die matchen op geen enkele manier met elkaar. En het ingewikkelde eraan vind ik, en dit is ook waar mijn maar mijn fascinatie, maar ook mijn onderzoek, maar ook mijn frustratie zit, omdat ik hier mijn vinger maar niet achter krijg. Eigenlijk is het ontzettend makkelijk. Want eigenlijk weet ik precies hoe jij behandeld wil worden. Want ik wil, ik weet hoe ik behandeld wil worden. Het is echt, ik ben helemaal niet religieus, maar ik vond het zo gauw iemand een keer, die Karen Armstrong, die schrijft over religie, zei, wat alle religies eigenlijk zeggen is, wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat is de kern van alle religies. Nou, ik weet er te weinig van, maar dat vind ik wel een mooie gedachte. Nou, en eigenlijk is de hele dag, weet je dat? En de hele dag doe je wat anders. Ja, dat is een raar plan, maar ik ben dat van platte voorbeelden. Ik had bij de, bij de Halle scande ik zelf de kaartjes. Dat is eigenlijk hier ontstaan, omdat ik hier, ik stond hier al een beetje, want hier is geen echte college en zo, dus ik stond hier al een beetje gewoon in de zaal. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om de mensen al te zien. En toen ging ik bij de Halle optreden en toen hadden ze daar eerst geen kaartsysteem, dus dat heb ik zelf via een softwarebedrijf gaan. En toen dacht ik van dat iemand van hun wel zou doen, maar dan moest ik allemaal inhuren. En toen zei ze, ja, je hoeft alleen maar met een telefoon te scannen. Dan dacht ik, oh, dat is eigenlijk hartstikke lach. Dus ben ik gewoon daar gaan staan met vrienden en gingen we hem scannen. Nou, dat vond het publiek vond vaak ook leuk, want die dacht, hé, staat hij daar? Nou, dus ik had al contact met mensen. Maar het gebeurde een paar keer dat dat scanapparaat, dat werd dan rood als de code niet klopte. Dus er waren bijvoorbeeld een keer wat jonge mensen, van weet ik wel, 25 of zo. En dat ding werd rood, dus ik keek ze, hè, wat, en zij zagen het ook. Ik zei, oh, maar je hebt een kaartje voor volgende week. Zei hij, godverdomme, is het echt volgende week? Dat heeft mijn moeder helemaal verkeerd gedaan. Ik ga mijn moeder bellen. Dus die liep weg. En dan ging zijn moeder bellen. Dus ik liep eraan. Ik zei, ja, wat denk je nou? Wat denk je nou dat ik zeg, flikker op. Je mag hier niet zijn, je moet volgende week. Ik zei, je hebt toch gewoon een kaartje? Ik zei, ja, maar dat klopt toch niet? Ik zei, ja, klopt toch niet? Ik zei, ik ga je toch niet naar huis sturen? Zei, je moet goed aan je moeder. En ik zet wel dat je volgende week dat je dan gaat dat. En ik hoef je ook niet uit het systeem te gaan halen, want dat die schurk volgende week. Nou, en zo heb ik nog een paar gehad. Een ander iemand, daar werd hij rood. En daar klopte die, daar leek het gewoon echt niet te kloppen. Zei, ja, moet ik nou weg? Ik zei, dit is toch, wat hebben wij in godsnaam elkaar aangedaan de afgelopen weken, hoeveel jaar? Denk je nou echt, wat er theoretisch kan, is dat jij een QR-code hebt vervalst.
En dat jij nu probeert met een vervalste QR-code bij mijn show binnen te komen. Nou, ik zei, dit is het grootste compliment wat ooit iemand mij kan geven. Is hier binnenkomen met een vervalste QR-code. Dat is echt, dan krijg je een VIP-plaats. Maar die man zei, dus ik mag gewoon naar binnen. Ik zei, en dus op een of andere manier, ja, ik word heel sentimenteel. We hebben elkaar dus. Ik had dus echt deze mensen allemaal weg kunnen sturen. Als ik had gezegd, sorry, maar je ziet het zelf, is rood. Je komt niet naar binnen. Dan waren ze gewoon weggegaan. Waren ze niet eens kwaad geweest. Dat ze, ja, stom van mijn moeder. Of ja, het klopt niet. Terwijl niemand op aarde wil zo ik zat er gewoon. Je wilt toch zo niet behandelen. Zo wil niemand behandelen. Iedereen weet van elkaar. Je weet van jezelf hoe je wel niet behandeld wil worden. Maar op een of andere manier accepteer je het zelfs dat je belachelijk behandeld wordt. Omdat we dat eenmaal nu. Dus voor mij is het circus vaak gedehumaniseerd systeem, waarin de afstand tussen wat de bedoeling was en wat eruit komt heel groot is. Waarin alle clowns en olifanten zich precies gedragen zoals ze geacht worden, of zoals ze denken dat ze zich moeten gedragen. Dus dat is ook nog eens, dat is voor mij ook wel een teken. Dus een clown doet gewoon wat een clown doet. Dus je hebt nu op tv wat de clowns doen. Ik zou maar zeggen, Jan Mulder, die heb ik natuurlijk al. Dat soort figuren die doen wat een clown doet. Dus als iedereen ja roept, roepen ze nee. En als iedereen nee roept, roepen ze ja. En het is volledig losgezogen van eigen persoonlijkheid of inzicht of eigen gedachtes of wat dan ook. Dus het is precies volgens de regels van het spel. En het vervelende is. Je wilt alleen de definitie. Dus zo. Nee, het vervelende is. Nou ja, het vervelende is. Dat in plaats van dat mensen zeggen. Zoals ik eigenlijk probeer te zeggen. Dat is allemaal prima. We zijn ook in het circus. Ik wil ook dat de olifant. Dat mag niet meer geloven, olifanten. Maar ik wil dat de olifant op die manier zijn poot omhoog doet. En dan een knakworst krijgt. Dat is namelijk wat het circus is. Maar als ik in het circus sta. Dan ga ik wat anders doen. En als ik een lied wil zingen, ga ik een lied zingen. En misschien wil die olifant vandaag helemaal niet komen. En misschien wil de olifant een ballet uitvoeren doen. Vind ik het ook prima als de olifant dat leuker vindt. Dat idee is helemaal. Dus iedereen gaat zich. Lijkt zich te gedragen, ook publiek, volgens de regels van het publiek zijn. Waardoor er een enorme verstarring komt van oké, wij proberen te bedenken wat jullie verwachten. En het publiek accepteert alles wat er wordt gedaan. Dus het is totale stilstand. Daarom is het ook allemaal zo niet. Daarom is het allemaal niet inspirerend. Want er wordt aan het eind veel geld verdiend. Dus het voldoet wat dat betreft wel aan bepaalde dingen. De mensen, het voldoet aan de geldmachine. Maar voor de rest gebeurt er helemaal niks. Wij zitten hier nu te praten. Wij missen helemaal niks. Helemaal niks. Het is ook niet zo dat de mensen, als ze dit gesprek niet zien, hun leven mislukt is. Maar het hele idee is van het circus natuurlijk ook dat je moet het circus zien. Het circus is een taal. Je moet het zien. Je hoeft het helemaal niet te zien. Je kan in je huiskamer ook een circus doen. Heb ik nu. Ik weet niet of ik je vraag heb beantwoord. Ja, heel goed. En wat ik interessant vind is. Dus jij zei net van. Ja, we hebben gewoon. Ik had dan het idee dat zo'n gesprek. Voor mij voelt zo'n gesprek echt als zo'n wandeling, waarbij je uiteindelijk steeds meer in het diepe van het bos komt of zo. En jij zei, ja, we zijn gewoon aan het lullen. Maar hebben we de kern? En wat ik mooi vind in wat je nu zegt, is dat voor mij voelt dat als iets heel erg, alsof je heel veel samenvat ineens. Ik kan het niet goed uitleggen, maar laat ik het anders zeggen. Dit voelt als de kern. Dit voelt wel als de kern. En dat vind ik mooi, omdat ik nu denk van, oké, als je dit zo zegt, hè, wat je nu de laatste 5 minuten, dit beeld wat je schetst van het circus,
als dit het circus is en iedereen doet daar aan mee en we houden dat allemaal in stand. Als een soort collectieve verbeelding, hè? En dat is ook hoe het werkt, hè? Dat werkt. Ik heb ook veel op het podium gestaan en dat is altijd een element van co-creatie. Dus wat je krijgt, geef je terug. Wat je geeft, krijg je terug. Dus het circus is natuurlijk ook vaak zo ontstaan, hè? Dat is niet, het is niet alleen maar van, en dan gaan we een clown en dan hebben we een hele gevaarlijke act en dan komen er nog dieren die je nog nooit hebt gezien. Dus het circus in town, die verkopen kaarten, die verkopen meer kaarten of minder kaarten. En dat voelt zo'n directeur waarschijnlijk ook aan, dat voelen die makers aan. Dus dat circus gaat zich gedragen naar in welke stad die buzz het grootst is. En die buzz ontstaat door wanneer die act het spannendst is. En hoe die act spannend gemaakt wordt ontstaat doordat zij aanvoelen van, oh, als ik daar nog een salto doe en dan zwier ik zo en dan spring ik naar boven, dan voel ik dat de hele zaal een adem inhoudt. Dat gaan we morgen reproduceren. Oh, dit stukje is niet spannend, dat gooien we weg. Dat wordt ook in co-creatie geslepen. Hè? Ja, dus ja. Dus als dit circus het circus is en dat ontstaat op deze manier in co-creatie met iedereen die eraan meedoet, dan kan ik me voorstellen dat iemand die dit hoort denkt van maar dit is immoreel, dit kan niet, we moeten hier iets aan doen. Al die stemmen dan, hè. En wat ik interessant vind bij jou is dat het erop lijkt dat jij een hele andere copingstrategie of hebt om hiermee om te gaan. En dat is eigenlijk veel meer naar een soort onthechting hiervan. En een soort van, ik dit is niet van mij. Ik ben er geweest. Ik ben op tv geweest. Ik weet het van binnen en van buiten hoe het eruit ziet. Nee, sorry dat ik je onderbreek. Ik ga terug naar de mensen. Klopt dat? Dat is een deel. Sorry, Dokje. Maar er is een ander deel. Want als jij voor mij, dit gaat juist ook de hele tijd over mij en over jou. Dus volgens mij klopt de beweer, en ik weet niet of ik dit vroeger ook zo dacht ik in ieder geval in die tijd dat ik hier me zo, dat ik heel geertje en zo deed, dacht ik dit ook. Dat hele circusding, ook jij en ook ik zijn de hele dag dingen aan het uitproberen. En gooi de dingen weg die niet werken en gebruik de dingen die wel werken. Dus wat jij nu net zegt, alsof dat in de mediawereld of in de circuswereld gebeurt, van dat is de truc en dat wordt dan reproduceerbaar. Dat is wat wij mensen gewoon doen. Ja, dus, doe ik eigenlijk ook hier. Dat doe jij ook. Daarom is het ook belangrijk, het is niet van, we doen het zelf ook, maar het is heel belangrijk, omdat daarmee ook jij beter begrijpt waarom ik het volstrekt onzin vind, maar ook niet interessant om dat over een ander te gaan zeggen. En daarom kon ik dus ook zo makkelijk ook over anderen zeggen, maar je bent gewoon een clown, maar je bent een hartstikke goede clown. Dus, ja, ik begrijp hem. En nu hebben we toch zonder Google Maps de auto gevonden, toch? Nee, precies. Ja, dat is het inderdaad. Ik weet het ook zo goed. Ik weet het extra goed, omdat ik in het mediacircus heb gezeten zelf, of daarin zit. Alleen, we doen dit al allemaal. Iedereen ik weet dit zo goed, omdat ik doe dit ook. En het enige is, en ik kom echt niet verder dan mezelf van bewust te zijn en mezelf te stoppen voordat ik het te erg doe. Maar dat ik er regelmatig toch weer, dat ik er toch weer een truc van 3 weken geleden in gooi, ja, dat heb ik niet eens door waarschijnlijk. Als ik het wel door heb, doe ik het toch. Ja. Heb je? En hier zit voor mij de essentie. En hier zit ook waarom we het er veel makkelijker over zouden kunnen hebben. Hier zit ook dat hele scannen. Hier zit voor mij echt dat. Daarom vond ik dat scannen is voor mij zo'n voorbeeld ervan. Ja. Dat. Er is, als ik tegen die gemeente aan de deur had gezegd, wat zou jij doen? Dus stel, jij staat hier aan de deur en het is jouw show. En er komen 3 mensen en die hebben een kaartje voor de verkeerde. Wat zou je doen? Gewoon, zouden zeggen, nou, ik zou ze naar binnen. Ik weet zeker dat ze zouden zeggen, ja. Maar ze vinden het dan, maar er ontstaat een soort kort, we maken een soort, ja, een soort kortsluiting met elkaar. En dat is dus zo in de war nu, dat het systeem en het circus neemt dus gewoon onze gewone normale contact over. Het is toch gewoon wat je pret. Ik was in Den Bosch toen voor het eerst dat spreken deed ik op een pleintje. Dat was de eerste dag dat ik dat spreekuur deed. Had ik gewoon een pleintje, ging zitten, een bordje erbij, spreekuur. En het duurde ook een uur voordat überhaupt iemand kwam. En vervolgens heb ik de hele dag met mensen gepraat. Toen kwam de volgende dag een journalist en die zei,
wat doe je dan? Ik zei, nou, ik ga met mensen praten over dingen die ik in mijn show wil bespreken, zodat ik ook wat andere ideeën krijg en laat inspireren. Zei, en dat neem je dan op? Zei, ja, dat laat ik dan. Dat vraag ik aan ze of het goed is. En dan vraag ik ook of krijg ik vaak ook toestemming of ik dan fragmenten eruit kan laten horen in de show. Zei hij, maar die mensen vertrouwen die mensen je dan? Ik zei, hoe bedoel je? Zegt hij, ja. Nou ja, voor hetzelfde geld laat je een fragment horen, ga je ze ontzettend afzeiken. Ik zei, wat denk je nou? Ik vond het chockerend, hè? Ik dacht weer, er zullen best eikels op aarde zijn die dat doen, maar. Ik zei, zelfs als ik zo'n lul ben, die mensen zitten zo tegenover mij, die weten precies dat, die weten gewoon iets van mij. Ik hoef helemaal niet te zeggen, je hoeft niet bang te zijn, ik ga niks raar doen. Die zitten zo met mij en die weten dat ik dat niet ga, die weten dat en ze weten ook, en ik weet ook, dat als ik dat wel zou doen, dan hangen ze me hier aan het veldje, aan het basketbalbord op. Maar alleen al het idee dat, dit zei alles over die man, hè? Helemaal niks over mij, niks over die mensen, maar die man in zijn hoofd, dat we al niet meer. Ja, en, ja, ik werd daar toen ook toen heel sentimenteel. Ik dacht, jeez, wat zeg. En dit is voor mij allemaal circus. Dus dat wij niet meer gewoon kunnen zeggen: dit is oké, dit komt goed, prima, doe je best. Dat er zoveel ruis is gemaakt, dat wij gaan nadenken volgens de regels van het circus en de ruis, en niet gewoon wat we voelen en zien. Terwijl je voelt allemaal dezelfde dingen. Je weet dat gewoon. Ja, ik moet eerlijk denken aan toen die corona-maatregelen wat best wel streng waren. Toen moesten wij een matras omruilen bij de IKEA. En dat moest omdat ik heel erg last van mijn rug kreeg. Dus ik voelde ook die urgentie. Ik liep echt krom ervan. We hadden gewoon een verkeerd matras gekocht. Maar in één keer waren die lockdown-maatregelen er. Dus toen moesten we een tijdslot kopen. Dat was in de tijd dat het weer een beetje open ging, maar het was wel een strak tijdslot. En elke uur mochten 50 mensen naar binnen. Maar de IKEA is echt heel erg groot. En we hadden een tijdslot en het kon niet in Amsterdam, maar we moesten helemaal naar, wat was het, Haarlem. Dus wij stonden keurig met ons tijdslot bij Haarlem in de rij. Toen waren we aan de beurt. En die mevrouw die had ook zo'n bliepje. En die bliepte en die zei van, maar er staat maar één iemand. En wij stonden zo van, maar we willen toch dat matras gaan omruilen. We willen er allebei even op liggen. Ja. We willen even voelen of het goed is. Ja. We willen naar binnen. Ja, maar dat kan niet, want je hebt niet. Dus we kregen echt ruzie daar. Want zij wilden ons uit, zeg maar, die IKEA is echt groot, hè? Ja. En daar mogen dan in een uur 50 mensen in rondlopen. Nou, de absurditeit, hè? Ja, dit is het. En zij liet ons niet naar binnen. Nee. Zij zei nee. Ja. Nee, het lampje staat op rood. En dat was inderdaad waar het voor mij ook over ontmenselijking ging. Ja. Voor mij wordt dat eventjes dan. Het gaat maar om een matrasje, het gaat maar om de IKEA. Maar daar zie ik even één zo'n bliepje en één zo iemand die nee zegt. Daar zie ik echt alle. Daar ontstaat alle horror en alles wat eng is. En alle ontmenselijking van de wereld werd daar even samengevat. We hebben daar echt ontzettend veel ruzie gemaakt. Wij zeiden van, roep de manager maar. Maar dat kon niet. Ik zei, wie gaat er over jou? Ik snap dat jij met je klapper niet kan beslissen. Maar wie wel? Nou, we hebben echt aangedrongen. Maar het was zo'n bizarre situatie. Maar zij kan het maar er zijn zoveel dingen hierover. Want zij kan dus wel beslissen. Ja, tuurlijk kan zij beslissen. Maar er is nog een ander ding. En ik denk dat ik in ieder geval daar altijd mis in heb gezeten. Het makkelijkste wat je kan doen is zeggen, wat een verschrikkelijk mens. En die had daar nooit mogen staan. En die is slecht en dit en dat. Alleen het ingewikkelde is dat op een of andere manier wij allemaal. En dat is echt wat het circus op een of andere manier creëert. In minder of meer mate. En terwijl ik het zeg, denk ik dat ik dat hopelijk dan weer niet ben, denk ik. Maar waarschijnlijk ben ik ons op bepaalde momenten zo gedragen en dan een ander behandelen op een manier zoals we zelf nooit behandeld zouden willen worden. Sterker nog, dit is zo'n verhaal wat jij op een verjaardag vertelt van wat een verschrikkelijke mensen bij de IKEA. Terwijl deze mevrouw, of als het een mevrouw was of een meneer, maakt helemaal niet uit.
10 andere verhalen heeft waarin zij zo behandeld is. En die vertelt, maar niet dit is wat mijn man was fascineert. De volgende ochtend staat ze er zelf. En dan heeft ze precies zo'n beslissing. En dan doet ze precies wat ze steeds veroordeelt. En daar moeten we op een of andere manier met elkaar uitzien te komen. Van dat het dus geen nut heeft om te gaan benoemen wie de eikel is. En dat als je die eikel maar weghaalt. Dit is mijn hele ding. Ik ben helemaal geen fan van Rutte. Maar Rutte vertegenwoordigt ons juist heel goed, vind ik. Alleen iedereen doet net alsof Rutte een soort uit een ander zonnestelsel komt. En hij geeft nooit zijn fout toe. Zeg je, hoe vaak heb jij de laatste maand je fouten toegegeven? En niet gelogen en niet gezegd dat iemand anders was. Weet je, dus ik vind, dit is precies de ontmenselijking. Maar het is ook... Vervolgens zit de vraag, ja, en nu? Wat doen we hier nu mee? Want het is niet zo, die vrouw of man weghalen, dat het probleem oplost. Dat is misschien voor de volgende podcast, maar ja. dat is niet de oplossing. Ik vind het wel mooi. Ik vind het altijd mooi om bij een vraag te eindigen. Dus jij zegt, wat doen we hier nou mee? Ja, wat doen we nou? Ja, dat vind ik een goede vraag. Dat is eigenlijk het woord vervolgd. Graag. Bordje of de to be continued. Leuk. Ja, heel erg bedankt alles wat je hebt verteld. Ik kan het niet anders dan heel erg danken voor je aandacht en hartstocht ermee dit al hebt verteld. Dus ik vond het geweldig. Mooi. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb toch weer wat geleerd. Dat is uiteindelijk waar het over gaat natuurlijk. Ja, ik ook. Ja, je hoopt altijd in een gesprek dat je iets... Net als in een wandeling, dat je iets bovengraaft wat je nog niet zag voordat je dat gesprek inging. Ja. En dat heb ik echt. Omdat ik heb zo ontzettend vaak op een podium uitgelegd hoe dat werkt met het podium. En wat je ook zegt van je ontsnapt niet aan die wetmatigheden van die, wat ik dan co-creatie noem. Dat ik zelf ook weer iets wat werkte gisteren gaan reproduceren. Precies. Enzovoort. Ja. Dat heb ik zo vaak gewoon met een PowerPoint op een podium uitlopen leggen aan een zaal, wat dan weer humoristisch werkt. En dan ga ik dat weer uitleggen, wat, enzovoort. Ja, En de grap is dat je dan nu in een YouTube-video gaat denken dat je dat kan schoonpraten op zo'n manier dat je daarvan, dat je dat hebt schoongepraat en wat je zegt van, ja, maar nee, dit is gewoon, je bent onderdeel daarvan. Ja, en je precies, bent altijd weer dat aan het doen. Maar nogmaals, dit zeg ik nu, terwijl ik dit vroeger deed, dit precies, of was ik dit. Hiermee zeg je in principe, en dit is volgens mij echt wat journalisten en comedians en cabaretiers en allemaal doen, is op het moment dat je dit systeem door hebt of doordenkt te hebben, dan ga je dus over dit systeem praten als een soort kenner, wat je dan ook echt bent, maar daarmee zeg je impliciet of expliciet, ja, ik doe dat niet. Ja. Terwijl dat doe je, bedoel, dit dat is doe je dat. Tijdens, dit is het. Ja. En dat is helemaal niet omdat je een slecht mens bent. Alleen in de veroordeling moet je wel even denken: ja, maar wacht even. Je zegt eigenlijk van: ik ben niet die vrouw bij de IKEA met die klappen. Ja, en je bent wel die vrouw. Door dat zo te zeggen, ben je dat man. Dat ben je wel. Alleen terwijl ik het zeg, denk ik: nee, maar ik ben het niet. Jij bent het. En hij. Maar dat is dus het ingewikkelde. Ja. Je bent dat gewoon. Ja, en dat is ook weer. Wij zijn dat want gewoon. En de klassieke. Dus er is altijd een wij-zij-denken. Of een groepsdenken. Ja. Ene groep tegenover het andere. En dat is het grote. Wat we dan zien als het grootste gevaar. Waar je maar kan vervallen. En door dat op die manier te analyseren. Creëer je alweer een gekke wij-zij. Precies, met jezelf en de ander. Het is de hele tijd wij. Ja, misschien. Dus, het is grappig. Dat is altijd na zo'n gesprek. Vind ik altijd grappig dat je dan ineens. Het is de hele tijd wij. Het is de hele tijd wij. Alleen het is heel lekker om te kunnen zeggen. Nee, maar mijn groepje of ik ben. Maar dat is helemaal niet zo. De enige reden waarom je volgens mij zo kwaad wordt. Of waarom je het ziet. Is omdat je het van jezelf weet. Het is niet dat je een soort inzicht hebt. Dat is die ander. Die ander doet iets. Wat je ook. Alleen dit is. Daarom is het echt leuk om hierover door. Want hier kom ik dus uiteindelijk niet uit. Van hoe kan het? Hier waren we ook in. Hier waren we volgens mij. Ja? Toen we in de vorige keer toen wij elkaar tegenkwamen. Dus toen waren we ook op een gegeven moment hier. Herinner ik me ineens. Ja, dat is grappig, en toen zei ik nog van.
en hier gaan we over praten. Of dit gaat het begin van het gesprek worden. Dat heb ik helemaal vergeten. Ja, ja, maar nu herinner ik het weer. Ja, maar dat dus is dit, je, komen maar, weer hier is uit. Dus het raar is dat je dus niet dat bij een ander... Je kunt het dus bij een ander blijkbaar zien en veroordelen. Ja. Maar je kunt dus niet zien... Ja, maar wacht even. En ik dan? En dat is mijn probleem met mijn eigen ding met circus. Ik ben toevallig... Ik moet, omdat ik heel slecht ben in dat acteren... moet ik dichter bij mezelf in de buurt blijven. Dus wat jij herkende bij Dit Was Nieuws, dat klopt ook. Alleen, ik weet zeker dat ik in de loop der tijd... gewoon dingen heb opgepakt en opgepikt van mezelf... waardoor ik niet mijn authenticiteit speelde... maar waardoor het wel... Het was ook niet zo oprecht misschien elke keer... als ik zelf pretendeerde dat het was. Alleen de afstand tussen mij en Matthijs van Nieuwkerk... ja, die is 5 miljard kilometer. Dus dat... Alleen hij kan weer veel goed, hij kan weer heel goed spelen. Ja. Alleen niet zo goed dat hij echt... Hij kan heel goed authentiek spelen, maar hij is het niet. Dus relatief gezien begrijp ik dat mensen dat ik opval... Maar het is niet, dat betekent niet dat ik niet ook onder dit geloof. Daarom is dat circus, daarom is mijn ding dat circus zit overal. Dat is niet een groep. Ik heb dit altijd. Ja, ik, kan de, ja. Ik weet dat ik een keer. Ik heb altijd met vroeger namelijk veel te vaak taxis. En dan had ik al de gesprekken over ja, de burgemeester dit en een gemeente. Ik zei: weet je wat nou zo interessant is? Als wij, stel, jij wordt de burgemeester en ik word de vice-burgemeester. Weet je wat er gebeurt? Precies hetzelfde. En wat is dat dan? En dat was, toen had ik echt leuke gesprekken. Want het is niet. Het hele idee dat er een paar klootzakken het volgens allemaal verpest, dat is gewoon niet zo. Ja. Dat kan niet. Tenminste, ik hoop het niet. Sorry, ik loop maar door, zoals je merkt.